Vandaag in de podcast. Nee, maar willen we een zielig verhaal of niet? Nee. Ja, kom, nou, een zielig verhaal, mag ik er dan wel op lachen? Ja, mag. Oké, dan wel. Mogen Jordan en ik losgaan? Ja hoor, ja, dan mag. Roosten? Okay. Ja, je gaat niet weg? Nee. Het is Dit is goed, we moeten het zo afspreken inderdaad. Even zwart op wit in de messages zetten. Ja. Ik zal niet weggaan op het moment dat de grappen gemaakt worden. Ja, maar weet je wat mooi is? Internationale Vrouwendag. Weet je, is er ook een Internationale Mannendag? Nee, waarschijnlijk word je dan gestenigd. Wel? Nee, die is er dus wel. Maar mag niet gevierd worden. Nee, wij lopen er niet zo mee te koop. Dat is het ding van vrouwen. Vrouwen moeten altijd weten en laten weten dat ze er nog zijn. Met die tepels. Door dat gezeur weet je toch al genoeg dat ze er zijn. Dus waarom moeten dat... Ja, dat is ook zo. Maar met die tepels ook, hè, op Instagram. Mannen mogen het, dus wij ook. Weet je wat je eigenlijk als vrouw moet zeggen... Ik heb het niet nodig om een tepel te laten zien. Dan ben je echt een vrouw. Maar nee, vrouwen zitten echt te wachten op het moment dat ze eindelijk mogen. Ik vind, vrouwen zijn gewoon een hoopje simpelheid. Klagen over mannen die seksistisch zijn, maar wel like scoren met je tieten. Omdat het kan. Ja, dat vind ik wel ook heel krom. Je bent gewoon goedkoop en dat is mijn nieuwe stelling van de week. En ik had laatst was een kip, die had ik geopend, maar die was nog 3 dagen goed, maar die stonk echt heel erg. Heb ik gewoon aangegeven, nee, ik eerst heb daar gelikt en toen dacht nee. Nee, ik heb kip geopend net en die stonk heel erg. Toen zei hij van, wil je even een foto maken? Nee, je moeder is kut ook. Wil je alleen even een foto sturen van de datum die erop staat en zo? Hoe slimmer je bent, hoe ellendiger je bent. Ja, en Jordy die is fucking dom en dat is gewoon een blije puppy. Ik ben niet dom. Ja! Yay! Zijn we fit, mensen? Ja! Want luisteraar, je hebt geen idee, maar we nemen de podcast een paar dagen later op en een uur eerder dan normaal. Ja, en dat maakt nogal verschil. Ja, zeker. Nou. Toch, Jordy? Ja, maar ik zie mezelf maar heel laag praten. Dus ja, dat klopt, maar jij we hebt eigenlijk... We hebben je gemute. Nou, nee, dat eigenlijk kunnen we dat wel bespreken, want wij hebben allemaal professionele microfoons en koptelefoons. En jij zit gewoon als enige met een power bluetooth headsetje, toch? Nee, ik heb zo'n ding van mijn werk. Ja, wat voor ding? Zo'n callcenter ding. Zo'n Jabra ding. Jabra. Huh? Ik moet nu denken aan wat je vroeger, als je als je dan zo'n mobiel abonnement had, dat je dan zo'n Bluetooth oortje had, wat je erbij kreeg in de auto. Dus Jabra Evolve of zo. Nou, het klinkt al niet heel erg... Nee, dit klinkt als Yuki Arabië of zo. Ja. Arabische... Maar is het beter of minder dan een gaming headset? Weet ik niet. Ja, je hebt gewoon zo'n telefoonding. Dit hebben wij voor de telefoondienst. Het is gewoon een... Ja, precies. Okay. Jordy heeft dit gewoon van de receptie meegenomen. Van, kan ja, ik echt waar, gewoon niet. Ik heb vanavond een podcast. Deze krijgt iedereen voor ze. Oh, daar heb je ze al. Ja, precies. Dat is gewoon bulk ingeslagen bij AliExpress. Ja. Ja. En nu ze een zeker, beetje professioneel lopen doen. Ja, dan hebben ze Jabra dingen opgeplakt. Van, kijk, dat is wel echt. En als je er een beetje afpulkt, of na één week is het al afgesleten. Ja. Die heb ik, ja, Danielle. Ja. Nou, ik ga kijken of ik het in de editing nog recht kan krijgen, maar dat zal wel niet. Nee, ik denk het niet. Maar dan ben je een pessimistische knakker. Nee, maar dit is toch gewoon kut. Nee, maar ik wil even een ander headset pakken, hoor. Moet je kijken hoe laag Jordy's equalizer zit, man. Ja, en die voor mij is heel hoog. Maar het niveau is ook laag, dus dat komt overeen. Klopt. Ja, dat is waar. Ja. Maar wat ga je nou doen dan, Jordy? Ga je nu iets anders pakken, terwijl we midden in de uitzending zitten? Ja. Nou ja, midden zit aan het begin op zich. Ik denk dat hij nu zeg maar van die standaard oortjes gaat pakken, die je dan bij je Samsung kreeg of zo, 10 jaar geleden. Die kraken, jongen, als een malle. Ja. Ik wou eigenlijk mijn gaming headset pakken, maar dan niet. Ja. Mag wel. Voor gaming headset heb je? Misschien krijg je er, hoe noem je dat? Die van de PlayStation 5, die 3D ding. Oh, 3D, wow. Nou, pak maar even. Ik knip het wel, hoor. Dan wachten we even. Kan ik een chip vreten? Ja, maar dat mag je ook niet meer doen, want Kim die had geluisterd. Kim werd helemaal gek. Ja, omdat vorige keer zat Jordy om eens te kauwen. Heeft ze misofonie? Nee, maar dit sloeg ook gewoon helemaal nergens op. Dit was gewoon echt too much. Ik zat ook terug te luisteren. Ja, en daarom heeft Jordy dus gewoon een minder goede headset, zodat hij niet zo too much loopt te vreten. Ja, dan komt hij niet binnen, ja. Ja, dus dat is toch opgelost dan? Ja, op zich. Jordy, heb je hem al? Bliep, 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 bliep. Connecting.
Ja, maar Jordi is ook zo ADHD dat hij dan niet meer... Van wat was ik ook aan het doen? Dan gaat hij nu gewoon gamen. Is hij gewoon 2 uur ja. weg? Of een, ja. En dan komt zijn vriendin misschien en die zegt... Jordi, je laptop staat ook nog aan. Ja. Jordi, moet jij niet een podcast opnemen? Oh ja, okay, ja. Oh ja, daarom heb ik die headset om huis dus. Je vrienden van een podcast. Kom niet uit. Hallo. Ik ben geen Danielle. Nee, dat is waar. Ah, dit klinkt echt stukken beter, maar je hebt nog niks gedaan zeker? Nee, ik heb nog niks gedaan. Nee, dat wist ik. Ik mijn headset eruit halen en dan die ja. Nou, Jordi is weer terug. Ja. We hebben buiten de uitzending even getest, maar het klonk niet heel veel beter. Dus, nou, dan weten jullie dat, luisteraars. Ja. Jordi is niet bereid om te investeren en dan krijg je dit. Dus sorry namens Jordi. Sorry. Ja. Maar ja, Jordi, je hebt wel een beetje positief nieuws. Je hebt last van je rug. Ja. Dat komt wel. Ja, Jordi, wat is het dan met jou? Ja, ik weet het niet. Ik heb wel echt last van mijn rug. Jezus. Ja. Ik heb mij op mijn werk loopt ook zo'n huilie. En daar heb ik echt zo'n tyfus hekel aan. Ja, maar ik ben geen huilie, alleen ik heb een beetje op mijn rug. Ja, maar jij hebt maar altijd creative, wat, Jordi. Creative, die snapt het niet, want hij zwemt. Nee. En daarom ja, is hij fucking sportief. Kunnen, ja. En heeft hij nooit ergens last van. Nee. Klopt. Ik denk dat ik meer sport dan creative, maar ik heb ja, maar mijn rug. Daar gaat het even nieuw. Maar het gaat, je hebt altijd wat. In de, ja. We nemen een half jaar op en je ja. Eén keer ben je heel lang ziek. En dan weer, kan ik ja, mijn baas. Je lijkt mij wel. Altijd maar proberen onder die uitzending onderuit te komen. Ja, eigenlijk wel. Dat ja. hebben we dat zeker niet. Nee, maar hij is er wel altijd. Dat is weer wel... Ja, oké. Okay, ja, maar hij heeft gewoon die aandacht nodig. Hij is inmiddels... Hij is 4 weken thuis. maar de podcast neemt hij wel op. Nee. En zijn werkgever vindt het niet leuk. Nee, maar die weet het niet. Ik zie trouwens die hele equalizers niet bewegen. Jawel. Nee, dat klopt. Ja, Jordi, ja, het is net alsof je in een andere kamer zit of zo. Ja, ja maar, en ik heb dat ding zit echt je heel ook, maar ik bedoel alsof een andere kamer dan je microfoon. Ja, maar ik ga hem toch even weer stopzetten, want dit gaat niet goed. Oké, okay, dit is ik word helemaal gek. Drie. Wat is er, ja, waar word je nou gek van? Dat je... Nou, van die headset. Ja, normaal gesproken doet hij het altijd gewoon goed, en nu niet. Ja. Nou, ik vind dat je heel erg lekker klinkt hoor, Jordi. Ja, ik ben aan het schreeuwen. Je mag er wezen. Je nou, bent goed tussen Daniel en ik... Ja, Daniel en ik waren alvast begonnen bij de uitzending. Ja. Maar net toen ik in de green room zat, kon ik oh, jullie gewoon verstaan. Oh, Jordi, kom je erbij? Kom je erbij, Jordi? Daniel is heel vaak kom altijd lekker, geil, hoorde ik. Kom lekker tussen Daniel en mij in. Ja, er is ruimte. Moet je soms in liggen? Doe maar, Jordi. Ja. Kom maar, je weet dat je het wil. Pak mijn pik maar vast, Jordi. Nee, daar moeten we het gelijk wel over hebben. Ja, over Jordi's pik. Nee, vorige week... Hebben we het gehad over transgenders? Moeten die van tevoren zeggen ja, of ze transgender zijn moeilijk. Of niet? En toen zei je, Jordi, nou, doe maar een poll. Dat ik gelijk heb. Nou, oké, okay, ik heb de poll gehouden. Well, jij bent, Jordi, jij bent jij... sportief. Nee, Jordi, ik wil wel een tromgeroffel. Ik wil wel tromgeroffel. Ja, wacht, daar komt hij, wacht even. Nee, wacht, komt hij. Ik had gelijk. Jordi heeft gelijk. Ja, maar... En daar ben ik ook heel trots op. Hij is trots. Ja, nee, maar ik had dus in de groep gezegd van... nou, dit is het. Ik heb gelijk meerderheid. Dat denk ik, ja. Ja. Ja, maar... Fuck Jordi, de minderheid. Nee, heb maar, je wat kijk, te bewijzen of zo, Jordi? Als ik, ja, maar Jordi, als ik naar een concert van een Snolle Bollekes ga... dan vindt de meerderheid dat geweldige muziek. Maar dat maakt het nog niet goed. Ik niet. Wat? Nee. Maar nee. Om maar aan te geven dat niet altijd maar de meerderheid bij het rechte eind heeft. Want het, ja. Gelukkig ja, maar... zijn er ook mensen die zeggen: nee, ik ben het niet mee eens, je hoeft het niet te zeggen. Ja, nee, ja, nee, prima. Ik wil geen vaccin. Ja. Die kant gaan we even. Ik gooi hem er even in. We gaan nu weer terug naar het onderwerp. Nee, ja, transgenders. Maar ja, ik heb het dus inderdaad ook een beetje op mijn werk een beetje verspreid. En dan zei iemand ook: nee, dat moet je toch. Dat wil ik wel weten. En, en iemand anders zei: nee, waarom dan? En die houdt van verrassingen. Ja, maar het gaat echt om... Nee, dat was een vrouw waarschijnlijk. Nee, een man. Maar het gaat echt om gezichtsverlies lijden. Dat waarom is het gezichtsverlies? Ja, ik vind nou, dat als jij niet tegen je vrienden zegt... ik heb een wijf geneukt. En dan moet je de week later zeggen... Ja, ze bleek trouwens een gast. Ja, dat is niet... Ja, dat is toch niet cool? Dat vind ik nog niet eens. Maar ik vind gewoon... Oh.
dat ik ben tot de conclusie gekomen dat ik niet op transgenders val. Dit klinkt echt alsof jij een of andere mega lange filosofische studie ervan hebt gemaakt en uiteindelijk tot de conclusie bent gekomen dat je... Ja, maar oké, maar ik denk dat wij in de maatschappij er naartoe gaan dat je niet meer op een man, vrouw, transgender valt, maar op de persoon. Ja, maar ik ben cisgender. Eel, shame on you. Ja, en dat is tegenwoordig dus al boe. Ja, vieze racist, fascist, weet ik veel wat je allemaal bent nu, maar dat is bijna vandaag... het scheldwoord, hetero, cisgender. Ik wil vandaag wel, Danielle, een fijne nationale en internationale vrouwendag wensen. Ja, nou daar heb ik ook even wat over. Weet je wat leuk is? Ik ga je onderbreken. je hebt één zo'n chick, een of andere comedy chick, die is echt leuk. Die zag ik op Netflix. Dat vrouwen hebben geen humor. Jawel, deze wel jong, die is fucking grof, die is echt leuk. En die vertelde dat feminisme het domste is wat vrouwen ooit overkomen is. Omdat ze eerst niks hoefden te doen. En jawel, het gezin draaien. Maar toen kwamen die kutfeministen en die zeiden van, we kunnen ook werken. Nou, dan moet jij werken en het gezin onderhouden en je baby en weet ik veel wat allemaal. Nou, dat vond ik een heel goed punt. Ja. Dat dacht ik, vind ik logisch. Ja, maar weet je wat mooi is? Internationale Vrouwendag. Is er ook een Internationale Mannendag? Nee, waarschijnlijk word je dan gestenigd. Wel? Die is er dus wel. Maar mag niet gevierd worden. Wij lopen er niet zo mee te koop. Weet je, dat is het ding van vrouwen. Vrouwen moeten altijd weten en laten weten dat ze er nog zijn. Weet je, met die tepels. Door dat gezeur weet je toch al genoeg dat ze er zijn. Dus waarom moeten dat... Ja, dat is ook zo. Maar met die tepels ook, hè, op Instagram. Weet je, mannen mogen het, dus wij ook. Weet je wat je eigenlijk als vrouw moet zeggen? Ik heb het niet nodig om mijn tepels te laten zien. Dan ben je echt een vrouw. Maar nee, vrouwen zitten echt te wachten op het moment dat ze eindelijk mogen. Ik vind, vrouwen zijn gewoon hoopjes simpelheid. Klaag over mannen die seksistisch zijn, maar wel like scoren met je tieten, omdat het kan. Ja, dat vind ik wel ook heel cool. Je bent gewoon goedkoop en dat is mijn nieuwe stelling van de week. Mijn stelling van de week is vrouwen die maar met lekker. Je tieten... Nee, we gaan maar lekker in je pol doen. Ben je mee eens of niet? Eh? Waar ben ik er mee eens? Nee, maar wat vind jij dat niet dan dat vrouwen die zo heel expliciet op Insta of andere dingen, of OnlyFans, kijk mij eens, pronk met een vrouw zijn, tieten... En daarmee geld verdienen en zo. Neptiet ook. Neptiet ook vaak. Is dat goedkoop of niet? En een nep kut, nep lippen. Of is het van, nee, maar je bent vrouw, dan mag dat toch? Of zo. Ik weet niet. Hier hebben we trouwens eerder een keer een podcast over gehad. Maar wat ik ervan vind is... Dat kan niet vaak genoeg gaan over kutvrouwen. Kutwijven, sorry. I back you. Happy Internationale Vrouwendag, nogmaals. Nee, ik vind zeg maar, kijk, het kan niet naast elkaar bestaan. Of je verdient geld door je tieten te laten zien in je kont in een veel te strakke legging. En dan hou je ook je bek over dat je geseksualiseerd wordt. Want ja, daar hebben we het over gehad, ja. Nou, dat is toch mijn mening. En ik vind het helemaal prima als je daar vet geld mee verdient. Dan is het blijkbaar markt voor. Helemaal goed. Ja. En mannen vinden dat geld klaar. En dat mogen we. Maar dan moet je vinden, niet gaan zeiken vervolgens. Dat je niet dat je als sekssymbool wordt gezien of een seksobject of zo. Ja, dan moet je maar lekker in een Van der Staphorst outfitje lopen. Weet je wat ik heel... Maar ook dat kan geil zijn trouwens. Dan is het nooit goed. Maar weet je wat ik heel leuk vind? Is je hebt heel vaak van die vrouwenmarsen, zeg maar, dat ze samenkomen om te vechten voor dezelfde rechten als mannen en zulke dingen. Ja, te demonstreren. Dan zeggen ze, wij vechten voor dezelfde waarden en normen als mannen hebben, blablabla. En dan loopt er dan zo'n journalist, loopt naar zijn vrouw, maar wat mogen mannen anno 2023 wel, wat jullie niet mogen. En niks. Ja, en dan kunnen ze er dus niks op noemen. Nee, maar ik denk dat ik, en dat, daar ben ik echt mee eens, want het is mijn eigen mening, dat klinkt een beetje dom, maar ik denk dat je... Mijn mening. Dat je, dan ben ik in ieder geval wel, hoe noem je dat? Je mag jezelf best een schouderklopje geven. Ja, maar stop, ik wil het nu zeggen. Ik was nog niet klaar met mijn punt. Ja, nou, ik ook niet met mijn argument, want ik vind ook inbrak. Het ding was... ik vind dat Danielle mag. Ja, ik ook. Dus Internationale Vrouwendag, Jordi, dus we moeten haar iets meer moment geven. Ik denk dat je als vrouw tegenwoordig meer privilege hebt in de maatschappij dan als man. Dat denk ik ook. Ja, dat zou zomaar kunnen. Op bepaalde punten misschien niet, maar over het algemeen word je heel erg positief. Nee, omdat je zo in de hoek zit van vrouwen. Nee, en overal moeten vrouwen en diversiteit, al die shit. En als je lesbisch bent, ben je ook nog geld, dus dat is ook leuk. Dus je hebt alleen maar winst. Jordi, the floor is yours. Als hetero witte man... Ben je tegenwoordig dan heb je het eigenlijk ja. Kut heb je het dan gewoon, Gelukkig als is hetero... Maar creative heeft daar geen last van. Als hetero witte man doe je er eigenlijk niet meer toe.
Oh. Want je doet eigenlijk... Nee, maar je kan eigenlijk tegenwoordig alleen nog maar dingen fout doen. Ja. Je kan, dat klopt, en daar ben je goed in. Je kan iemand die zich identificeert... Dat heeft, Jordi, dat heeft niks bij jou met de witte te maken, nee, hoor. Jij bent gewoon Jordi. Ja, jij doet gewoon alles fout. Maar er was dus laatst weer zo'n vrouwenmars in Den Haag. Jij zit wel echt in de vrouwenmars. Maar we gaan het pas later in de uitzending over mars hebben en zo. Ja, weet ik. Snickers. Maar zij heeft dus... een vrouw heeft daar... die ging vechten voor haar recht dat ze niet de naam van de man moet aannemen als ze getrouwd zijn. Dat hoeft toch al lang niet meer? En dat zei ik dus ook. Andersom, en, het is zelfs als... En dan was het haar argument. Ja, maar het is tegenwoordig als je zegt dat je niet de naam van je man aanneemt. Dat is gek. Nulkoek, is niet waar. Nee. Ja, ik vond daar dus ook wel wat van, ja. Nou, maar dankjewel voor je inbreng, Jordi. Als je zo... Dit is echt een vriendin van mij, doet het serieus. Die wil dan wetenschappelijk artikelen publiceren en zo. En dan wil ze haar eigen naam, zeg maar, achternaam houden. Want als je anders, zeg maar, gaat trouwen, heb je de naam van je vriend. En als je dan weer gaat scheiden, dan weer niet. Dus heb je alleen maar gezeik. Ja. Dus het komt allemaal door emancipatie, godverdomme. Ja, maar ik vind ook, daar had ik toevallig laatst ook over. Als je, zeg maar, een vriend krijgt, of vriendin... partner gewoon. En ga je. Nee, maar. Jij hebt het over achternaam. Maar ook zeg maar je huis opgeven. Dat vind ik ook altijd een ding. Ja. Dat je dan uiteindelijk samen gaat wonen. Maar ik vind dat ook. Ja, ik ben jij een latrelatiepersoon? Ja, ik denk het wel. Ja, dat kan. Ja, maar, dat is geen goed sommige vraag. Mensen zijn ook heel erg op hun eigen terrein. Dan leef je huis in en dan krijg je een kamer. Ja, maar ook het feit dat je, stel, die relatie... Nee, maar die relatie gaat ooit over, want dat kan gewoon gebeuren. En dan heb je helemaal niks. Ja, nee, maar je gaat een heel huis inleveren. Ja. En dan ga je een compromis sluiten en dan krijg je een mancave. Je krijgt een kamer en een grot. Van 5x5. En als je pech hebt, is het nog de schuur ook. Ja. Ja, en je krijgt alleen maar een vleesstukken gang voor... En dan nog boos worden als jij dus in dat schuurtje zit te rukken. Ja. 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 Ja, of bier zitten drinken. Ja, maar anderzijds, sorry, dan ga je er wel van uit dat je dus in je eentje al een huis kan betalen. En dat is tegenwoordig ook niet meer helemaal zo. Ja. Dus ik vind het weer heel white privilege elitair van jou. Dat jij nu weer gelijk hier de witte man loopt uit te hangen die het allemaal zo goed voor elkaar heeft. Kom maar niet samen met die woning. Ik woon samen, dus ik weet niet wat je zegt. Ik ook niet. Ja, maar je hebt een huurhuis, toch? Ja, dat wel. Ja. Nou, je zei toch dat je het niet wilde inleveren als je ging samen, weet ik veel wat je... Was je hele... Nee, maar als je... Ja, weet ik veel wat je punt eigenlijk was. Ik heb ja, want het slijt dus helemaal geen hout als je samen woont en je die huis helemaal niet opgegeven hebt. Ja, maar ik jij zei, bent... als je een eigen huis hebt... Ja, ik maar had niemand heeft huis. Dat meer van onze generatie. Nee, maar dat is het inderdaad, Jordi. Jij ging vanuit je ouders naar een woning samen, toch? Ja. Ja. Dus dan ga ik van minder ruimte naar meer. Ja. Huh? Ja, natuurlijk. Hij heeft een kamertje thuis. Een zolder. Oh, ja, dat is de zolder. Ja. Zijn ouders hoorden hem elke keer krikken als hij boven lag. Nee, maar dan ga ik van minder ruimte naar meer. In plaats van WD-40 gaven ze hem gewoon, alsjeblieft, ga gewoon weg. Nieuw huis, hier. Ja. Okay. Nee, leuk. Maar het is wel toevallig. Sorry, ga je ook trouwen? Want als je vanuit huis gelijk, zeg maar, samen gaat wonen, dat is vaak, zeg maar, een beetje zo'n Bible Belt iets, toch? Ik trouw niet voordat ik kinderen heb. Oh, bij vrouwen werkt het andersom. Ik wil eerst trouwen voordat ik aan kinderen begin. Ja, dat wordt een moeilijke situatie. Ja, of niet, ligt eraan hoe verstandvastig je vriendin is. Ja, ja, maar Jordi moet ook wel leren eigenlijk om op zichzelf te wonen. Ja, ik moet nog even leren volwassen worden. Ja, dus eigenlijk moet je haar even het huis uit kicken en dan later weer terugkomen. Even time-out. Dat is ook zo'n goede. Ja. Time-out. En dan in de zomer altijd, hè? Zomervakantie. Ja, net voordat je zelf vakantie gaat. Zo van, ik ga naar Lorette Mar. Ja, echt. Ik heb dus een paar dagen geleden heb ik een aflevering gezien van Help Mijn Man is Klussen. Het was gesteld dat dat een huis gekocht, maar daar mochten ze nog niet samen in wonen, want ze waren nog niet getrouwd. Oh, die heb ik nog niet gezien. Oh, die heb ik nog niet gezien. Dat was van een paar weken geleden. Maar ik heb hem teruggekeken op Videoland.
En dan gingen ze klussen. En tijdens het klussen woonden ze daar nog niet. Want dat mocht niet van de... Ze moesten echt eerst trouwen. Wat? Ik heb dit wel gezien. Het was met die buurt die net op die tuin liep te zeiken. Ja, ja, ja. Die. Ja, dat ik echt dacht, als je nog niet genoeg crisis in je leven hebt, dan heb je de hele fucking buurt die loopt te zeiken over dat de verf niet goed is op je, weet ik veel wat. Ja, er kwamen drie verschillende mensen om te zeggen dat het voortuintje ook gelijk even moest aanpakken. Ja, wat zag er niet uit. Ik dacht echt zo van, dit meen je toch niet? Want in dat één die kwam, ja, die zei van, ik kom koekjes brengen, maar die wou gewoon kijken hoe de zooi daar binnen was. Ja, maar dat zijn van die vrouwen uit zulke soort dorpen. Ja, die hebben niks te doen behalve koekjes bakken, want die mogen niet werken van hun man. Ja, bij Jordy komen ze ook wat uit koekjes brengen, volgens mij. En daarna komen ze nooit meer weg. Kijk hoe het eraan toe gaat daar. De scouting. Ja. Maar heb leuk jij dat scouting hebben? Gezeten? Nee. Oh, vind ik er wel een type voor? Ik ben daar totaal geen type voor. Oh, vind ik wel. Nee, ik heb een hekel aan mensen die aan scouting doen. Ja, en hij heeft altijd last van zijn rug. Dus dat dat lukt niet. Mensen die aan scouting doen, vind ik een beetje wappies. Ja, je hebt ook padvinders, een beetje met die dingen om het nek. Nou, ja, je gaat een beetje knopen lopen leggen. Nou, maar ze hebben toch ook zo'n zakdoek om hun nek? Ja, met zo'n blousie erbij. Ja. Scouting en padvinders zijn hetzelfde. Ja, nou niet helemaal volgens mij hoor. Maar wat vind jij dan leuk, Jordy? Volgens mij padvinders die moeten alleen pijpen volgens mij. Ja, de leiding. Een groepsleider pijpen. Ja. Bij scouting is het volgens mij de alles. Akela Beffer. Ja, dan pijp je alles. Ja. Alles wat rondom moet alles pijpen. Iedereen, ja. Hoor je vrijgelaten. Nee, ik ben echt geen scouting type. Dat doen echt alleen maar van die... Van, ja, een beetje pas op, straks luisteren mensen die dit... Ja, straks. Ja, dan heb ik moet geen mensen kwetsen. Heb ik weer een kant... Ja, maar dan is het goed dat jij gewoon niet zo'n goede microfoon hebt, want dan kunnen we je daaruit muten. Maar wat zijn de hobby's die dan bij jou passen, dan als padvinder het niet is? Ik heb vroeger heel veel gevoetbald, gewoon altijd. En ik denk Formule 1, want nee, die bril die is een beetje de Bernhard vibe. Dus je bent van Zandvoort. Ik kijk het wel, maar het is niet dat ik... Darten. Ik kijk meestal... dat kijk ik ook. Ja, ik ook. Maar ik kijk eigenlijk alle sporten, maar Formule 1... Maar je ligt verder op de bank. Ja, en ik geef voetbaltraining. Oh, maar natuurlijk. Welke groep? Heb ik al heel veel verteld. Ja, dat weet ik. Ik weet dat ik al 10 keer heb gevraagd waarschijnlijk. Ja, nu de onder. Hij wacht nog steeds op de VOG. Ja, dat wou ik net zeggen. Oh, ja. Lekker. Nee, ik word nu, vanaf volgend seizoen word ik ergens hier in de buurt hoofdjeugdopleidingen. Dus dat is wel ja, leuk. Ja, dat kennen we. Oké. Okay. Ja, hoofdjeugdopleidingen. Hoe oud zijn die kinderen ook alweer? Ja. Nou, hoofdjeugdopleidingen, dat is gewoon de hele jeugdopleiding. Die je hebt gewoon toegang tot de hele jeugd. Ja. Ja, ik hoop dat er wel leuke moeders tussen zitten. Ja, ja. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Maar we hadden het net over relaties en dat is wel leuk, want we gaan natuurlijk Creative ook... Creative moet gelijk aan zijn moeder denken. Nee, we doen het een beetje dit. Met je moederskindje. Talk. Dat is hij wel, denk Talk. Ik. Ja, dat denk ik dus ook. We gaan het hebben, jongens. Over? Ja, verschillende dingen. Nou, wars maar los. Ik en mijn vriendje hebben vandaag voor de eerste keer seks gehad. Lekker. Wel veilig dit hebben we met, of niet? Dit hebben we met een condo gedaan. Goed zo. Kijk. Maar mijn vraag is of dit veilig genoeg is om het zeg maar vaker te gaan doen. Nee, echt niet ik doen. Ik wil graag aan de pil, maar dat moet ik nog aan mijn ouders vragen. En hun kennende gaat het dan wel nog wel een tijdje duren voordat ik daadwerkelijk ook echt aan de pil ga. Dus ik vraag me af of het met een condoom echt veilig is. Trouwens, zelfs met condoom trekt hij hem eruit voordat hij voelt dat hij binnen 10 seconden gaat klaarkomen. Nou, dat klinkt als een ontspannen wippie. Ja, maar ik denk dat het wel belangrijk is om haar het advies te geven dat een condoom goed is, maar dat ze elke keer een nieuwe condoom moet gebruiken. Niet dat ze dan een condoom, dat ze het daarbij moet houden. Lijkt mij verstandig om dit meisje, ik weet niet hoe oud ze is, stond dat erbij? Dat weet ik ook niet, nee. Want het lijkt echt alsof ze 12 is. Ze hebben de eerste keer seks gehad. Ja, maar het was bewust seks, hè? Nou. Die 15. Nou ja, maar gewoon als je jong bent, dan wil je wel zekerheid van, is tuurlijk. Het echt... Ja, tuurlijk. Heel mag, hoor. Hoe weet jij dat, Jordy? Heb jij het ook gevraagd? Je kan toch gewoon naar de huisarts en zeggen van, ik wil aan de pil. Hoe weet jij dat? Maar Danielle, als vrouw zijnde, en jij was ook zo, jij was ook jong, hoe ging dat bij jou dan? Ik mocht eerst niet aan de pil van mijn ouders, want die vonden me te jong seks te hebben. Ja, het was hoe oud was je? Ja, 10 natuurlijk. Nee, grapje, maar ik was... toen ik eerst echt een vriendje-vriendje-achtige iets had, afflikkerde schoor. Ja, nee, toen kwam de pastoor langs. Nee, ik was 16 toen ik aan de pil mocht en ik denk eerste keer seks was ik 15.
Nee. Nee. Nee, hè? Ja, ik, was ja. Niet, ik lag niet te pitten, zeg maar. Nee, sorry, dat was echt een heel slechte grap. Maar nee, ik was toen een jaar met dat vriendje dat ik toen had. En, een jaar? Ja. Oh, wauw. Hoer. Nou ja. Ja. Nee. Jordi, kijk naar uit, want het is een leuke sfeer en dan gaat dit er helemaal bergafwaarts. Nee, je was 15, een jaar relatie. Maar... Nee, ik vind het nee, wel joh. Netjes. Ik heb volgens mij wel ook de eerste keer wel een paar maanden gewacht. Toen lukte het niet meer. Nee, maar tot ze 16 werd. Ik was toen... 28. Ik zat echt te wachten ook. Echt zo'n pauze. Nee, ik was... Ik werd ik 18, net kalend. Toen ja. Je werd 18? Ik dacht, nu kan het nog. Je lijkt een beetje op Gio. Nee joh, 18, 15, dat kan makkelijk, weet je. Dus nee. 18, 16, tuurlijk ouders wel. Vinden dat niet zo leuk, denk ik. Nee. Nou, deze vast vond het allemaal prima, want die lag zelf ook helemaal te naaien met iemand. Nou. Maar, nee, ik heb ook toen gewacht. En dan denk je, ja, wauw, dat je dat eigenlijk nog kon. Ja, dat is cool. Maar weet je nog wat haar CITO-score was? Nou, die was wel laag, maar daar gaat het niet. Je moet wel 4 jaar wachten natuurlijk. Wat heeft dat ermee te maken? Ja, omdat ze jong was. Je moest wel 4 jaar wachten voordat ze heel lang gewacht. Ja, dat ze jong was en dat het daar langer duurde voordat ze gewoon... Nou, ja, okay. dat dacht ik ook. Maar Jordi die is heel snel in associëren, maar er slaat er even iets te veel stappen over. Ja. En dan werkt het niet. Nee. Maar ik ga Jordi ook een keer helpen met grappen schrijven. Ja. Maar jij hebt dus een jaar gewacht. Ja, maar toen was je ook 15 dus. 16 toen ik aan de pil mocht. Maar mijn ouders waren eerst dat ik die HPV-prikken kreeg. Die stomme baarmoederhalskankerprikken. Ja, maar dingen. Stom, maar dat is wel even belangrijk. Ja, ik niet. Ik ben niet zo van... Ja, maar je kan niet zeggen dat een HPV-prik stom is. Nee. Weet ik niet, want het was toen nog helemaal niet getest. Dus... Nou en? Nee, oké, maar je kan nu niet nu, zeg maar, met de kennis die je nu hebt... Dan kan je toch niet zeggen, nou, HPV-prik is kut. Ze moeten allemaal geen HPV-prik halen. Oh nee, dat weet ik helemaal niet. Ik weet er te weinig van. Oh. Maar nee, okay. Toen was het vrij voorbarig. Maar goed, je vond het stom, want je was 15 en je vond alles stom. Laten we het samenhouden. Een pik. Ze vindt nog steeds alles stom. Ja, dat ook. Ja. Niks veranderd. Nee, maar ze laat zich wel elke keer vol spuiten door de vriend, maar een prik ja, maar andere, niet. Andere spuiten, ja. Dat, ja. Nou, maar ga door. Okay. Vertel, het schiet niet echt op zo. Ik 16 was wel en toen ging er naar huisarts. Het was het, yo, mag ik de pil? Toen was het, oké, kom wel terug voor je bloeddruk te laten meten en allemaal andere dingen. En er is nooit meer gebeld, dus het was veel plezier en succes. Maar ging jij in je eentje naar de dokter? Ja. Vond je dat niet spannend? Nee. Of eng? Omdat je dacht, Nee, want ja, je wil gewoon... Maar je was geil. Nee, wel neuken. Nog steeds, gewoon de hele tijd. Nee. Ja. Wil je ook even naar mijn kut kijken? Want volgens mij gaat er eens niet goed. Ja. Ja, je kunt, maar je komt toch voor de pil? Ja, nou en? Nou en. En die is er ook voor. Die moet je toch ook vaginaal inbrengen? Ja, maar wat ik wel gekkig vind, is hoe... Ik vind de pil een goed ding, dat het er is. Maar het is wel... Ik heb later pas geleerd over... Omdat het hormonenspul is... Dat het best wel slecht eigenlijk is voor je. Ja, de pil, ja. En er wordt echt niet verteld. Het wordt gewoon echt gewoon gezegd, oké. Nee, maar... Ja, hoezo? Nee, laat me uitpraten. Het ding was, ik ging... Hallo, ik wil aan de pil. Oké, is goed mevrouw. Hier ligt het recept klaar. Je krijgt 1 condoom mee. En een soort instructieboekje van hoe gebruik ik een condoom. Doe het wel veilig, want je kan het zo eens krijgen. En voor de rest, succes. Later pas, dat vond ik best wel erg. Ik had seksuologie gehad bij mijn studie. En toen kwam eigenlijk daaruit naar voren uit die onderzoeken dat de kans op borstkanker echt fucking veel verhoogd door de pilhormonen. Ja. Ja. Dat vind ik best erg. Dat wist ik niet, maar wel qua depressie en zo. En dat het heel erg op je gemoed werkt, de pil. Dat is een excuus van vrouwen, denk ik. Nee, maar dat is dus wat ik echt wel weet. Dat vrouwen ook echt zeggen van, nou, ik ben gestopt met de pil en ik ben opeens heel anders. Ik ben heel optimistisch en zo vrolijk. Nou, het heeft voor- en nadelen, want ik wil ook niet alleen maar zeggen dat het kut en naar is en zo. Ik heb er een grote schiet van. Ja, oprecht. Dat ging 2 cupmaten vooruit. Dus dat is positief. Verder wordt je huid en haar volgens mij er mooier van die extra vrouwelijke hormonen. Dus in die zin, er zitten echt wel voordelen aan. En het nadeel is dat sommige mensen inderdaad last krijgen van stemmingsklachten en van weet ik wat allemaal nog meer. Maar ja,
Er zit dus een bepaalde stof in waar sommige vrouwen echt totaal niet tegen kunnen. Ja. Die al een beetje psycho zijn en die nemen dan de pil, die worden helemaal gek. En dan komen ze bij Creative uit. Of ja. Bij mij. Ja. Of maar bij jou. Dat is trouwens wel wat natuurlijk nu ook heel erg in nieuws is over veilig vrijen en seks. Condoom afdoen tijdens seks is opeens een ding. Opeens een probleem. Ja, dat is opeens een probleem. Opeens een probleem. Ik heb er nooit probleem mee gehad. Ja. Heb je nog nooit iemand over gehoord? Nee, ik heb nog nooit iemand die een appje stuurt van... joh, trouwens, wat je toen deed... Gewoon niet leuk. Ik ben zwanger. Ja, dat... Hallo. Ja, maar stealthing is dus een ding. En er zijn afgelopen week of anderhalf week geleden... twee mensen voor de rechter gekomen... stonden terecht en ze wilden ze berechten als zijnde dat het verkrachting is dat ze hun condoom hebben afgedaan. Oh, dat vind ik niet raar. Nee, ik dus ook niet. En ik Jordi, ook wat niet. Vind jij? Nee. Stel, je hebt HIV. Nou, dan zijn we klaar met de discussie. Als je HIV hebt en je hebt moedwillig seks met iemand zonder voorbehoedsmiddelen, dan is het eigenlijk een strafbaar doodslag. Ja, ik wou zeggen doodslag bijna. Ja, dan is het doodslag. Ja. Nee, poging tot. Het is geen doodslag. Nee, poging tot doodslag. Of ze moeten al heel snel overlijden en blablabla, dan is doodslag. En dan komt niemand erachter. Nou, nee, het is echt poging tot doodslag. Ja, maar oké, we zijn eruit. Dus, nee, maar wacht. Maar ik vind het een veel te leuk woord eigenlijk voor wat het is. Stelting. Jij denkt nog steeds aan mensen die bij de zelfskinkassa stelen, denk ik. Ik doe aan stelting. Ja. Ja, het klinkt heel dat leuk. Dat zijn eigenlijk. Van die lange dingen waar je op kon lopen, stelting. Ja. Heb jij nog stelting gedaan? Nee, dat denk ik vroeger. Maar je zegt, ja, op de hoogte van de lagen. ja, vroeger heb ik heel veel stelting, maar nu niet meer. Dat wordt uit voor op een gegeven moment, zeg je dan. Ik vind het echt een te leuk woord voor wat het is. Ja. Ja. Ook gewoon, het komt heel vrolijk, stelting. Ja, inderdaad. Ja. Ik dacht ook van, kijk, andersom heb je ook, hè, dat vrouwen zeggen dat ze de pil slikken en dan opeens zwanger worden. Ja, dat vind ik dus eigenlijk hetzelfde. Ja, dat is ook verkrachting. Misleiding. Verkrachting, weet ik. Nou, maar vrouwen misleiden heel vaak. Van, kijk eens, ik heb hele lekkere dikke tieten en hebben ze een push-up bij haar. Dat vind ik ook misleiding. Nee, maar in principe is het hetzelfde, want op het moment alleen als je... seks hebt en iemand doet het condoom af, op een gegeven moment dat voel je wel of dat merk je, maar op het moment dat iemand zegt van hey, ik ben aan de pil en ineens zegt ze tijdens de seks, ik ben toch niet aan de pil, dan is het in principe dat niet, hoor. Nee. Nee, maar in principe is het hetzelfde door aan te geven van hey, ik heb ook geen voorbehoeding gedaan en jij ook niet, dus voorbehoeding. Ja, voorbehoedsmiddelen. De voorhoede. Ja. Maar dat dus. Ja. Dus ik vind het, zeg maar, kijk, bij stealthing, zo heet het? Ja, maar omdat de mannen doet, is het erger. Nee, stop. Ik vind bij stealthing gaat je gezondheid eraan en bij dat andere doe je bankrekening. Dat is een beetje wat het is. Ja, je hele fucking leven. Ja, maar als je aan stealthing doet, betekent dat ook niet gelijk dat je HIV of SOA's of zulke dingen hebt. Oké, maar iemand zegt wel duidelijk, ik wil het alleen maar met je doen. Maar wacht even, met de condoom. Sorry. Ja, maar die andere... Wil ik niet voelen. Maar als je zeg maar geen pil slikt, is het ook niet dat je per se zwanger wordt die ene keer dat je seks hebt. Nee, dus maar dat... In die zin is het zeg maar het risico. Maar je kan wel echt moedwillig als vrouw zijnde... Stel, je zit... Ja, je relatie is aan en uit en zo... En, dan ga je maanden inderdaad de pil niet slikt en dan nog één keer seks en in de hoop dat je zwanger wordt. Dat deed mijn moeder. Ja? Ja. Wauw. Nou, toen kwam ik ter wereld. Nou, dus dat is ook lekker. Ik ben half gewenst. Dus zo zie je hoe fout het kan gaan. Inderdaad, dat kan zo aflopen, lieve mensen. Je ziet wat de gevolgen kunnen zijn. Ja, dus daarom. Maar het is echt heel zielig. Nou, laat maar. Nee, het is echt heel zielig. Ja, dat is het ook. Maar willen we een zielig verhaal of niet? Nee. Ja, een zielig verhaal, mag ik er dan wel om lachen? Ja, mag. Oké, dan wel. Mogen Jordan en ik losgaan? Ja hoor, ja, dan mag. Roosten? Okay. Ja, je gaat niet weg? Nee. Dit is goed, we moeten het zo afspreken inderdaad. Even zwart,
even zwart op wit in de messages zetten. Ja. Ik zal niet weggaan op het moment dat de grappen gemaakt worden. Nee, het is oké. Okay. Moest dit nou? Ik geef het toch zelf nu aan. Ja, oké. Okay. En ik heb helemaal een NLP-cursus gevolgd. Dus oké, okay, ja, je voelt je goed, hè? Oké, okay, Danielle, ga ervoor. Ja. Oké, okay, het is echt heel verdrietig, want mijn moeder wil graag kinderen. Sorry, ja. Jordi. En mijn vader niet. En toen was mijn moeder zwanger, waarschijnlijk omdat ze gestopt was met de pil. En zei mijn vader, ik wil geen kinderen met je. Dus toen heeft mijn moeder abortus gehad. En toen werd ze nog een keer zwanger en toen was ik er. Wauw. Dat is toch best treurig. Dat nou, iemand zo graag geen kinderen met je wil. Dat ik vind het een beetje een teleurstellend verhaal. Ja, ik vind hem inderdaad... Ik kan hier niks grappigs van maken. Nee, ik ook niet. Nee, ja, dat is ook niet helemaal niet grappig. Maar ze was dus eerst zwanger. Ja. En toen had je vader gezegd, ik wil geen kind met jou. Ja. En toen heeft ze abortus gepleegd. Ja, waar en daarna trapt hij er wel weer in. Ja. Ja. En moet je... Dus ik ben de aanhouder, die wint. Ja. Maar heb jij het idee dat jij eigenlijk ook eerst die abortus was? Nou, misschien wel. Kan je voor je halen dat je denkt, hé, ik was er bijna en opeens werd ik... Ik voelde een kleerhanger. Ja, zoiets, ja. Bijna nee, ik voel het misschien op een andere manier. Ik voel hem wel ongewenst, maar dat kan ook aan andere dingen liggen. Hier ben je wel gewenst. Ja, zeker. Ja. Als je dat maar weet. Ja, wat gemeend klinkt dit, Shorty. Ja. Nou, probeer ik een keer wat goed te doen. Ik heb nog een tweede vraag rondom dit topic ook. Mijn vriendin heeft vandaag gezegd dat ze altijd last aan haar vagina heeft nadat we seks hebben gehad met condoom. Maar nu hebben we eens zonder gedaan en heeft ze dit niet... ze zegt dat het voelt alsof haar vagina geïrriteerd en prikkelend aanvoelt en ze heeft pijn als ze pipi moet doen. Hoe zou dit komen? Graag snel antwoorden. Ja, je kan allergisch zijn voor latex. Dan heb je dit. Dat is kut. Ja, maar ook goed snel latex, antwoorden, maar. Want ik wil neuken. Ja, heel snel. Ja, Jezus. Maar herken je dit, Danielle? Want dat kan natuurlijk ook. Nee, maar je kan wel allergisch zijn voor latex. En dat kunnen zeg maar mannen hebben, maar vrouwen denk ik waarschijnlijk dan ook. En dat maar is heel veel mannen zeggen dat. Ja, dat is wel waar trouwens. Ja. Maar kunnen we het even hebben? Ik denk dat mensen die seks gaan hebben... Ja? Niet het woord piepie mogen zeggen. Nee. Nee, dit klinkt al verkeerd. Ja, dit dan is heel denk ik dat ze te jong zijn. Ja, daar heb je wel gelijk in, denk ik. Ik ben net als elke ras op de po moet. Dan doet het kutpijn. Ja. Nee, maar het kan dus dat je dat hebt inderdaad. Maar mannen, en dat is het ding, want ik ben echt in forums gedoken. Ook de volwassenen forums met FIFA, of FIFA, zeg maar dat blad. Nee, maar wat, dat wijverblad? Dus, ja, dat wijverblad. Maar dat is zeg maar, voor een forum is het echt goudmateriaal. Maar dan gaat het dus ook over mannen en de verantwoordelijkheid over het condoom. Nou, want... die hebben ze niet. En dat is biologisch verklaarbaar. Want vroeger was het zo dat... Dan leefden mensen mannen. In stammen. En mannen wilden gewoon neuken. En vrouwen die van nature zijn die zorgvuldiger van wie ze zwanger willen raken. Want ze zijn afhankelijk daarna. Ja, dus... mannen zijn gewoon blij dat ze überhaupt kunnen neuken. Ja. Oh, iemand wil. Oh, je moet er gelijk in. Want als ik een condoom pak, is het al weg. Het is biologisch ook... of in ieder geval wetenschappers hebben bewezen dat het... de man wordt dus... Ja, die is altijd moe na de seks. En dat komt ervoor van, de man is wel moe na de seks. Dus die kan daarna slapen. En dan kan de vrouw gelijk door met de volgende. Nee, de vrouw kan de afwas doen. Mm-hmm. Hè, maar waar zou de vrouw door kunnen met de volgende? Want ik weet van seksuologie dat het inderdaad is... Van mannen moeten juist... mannen zoveel mogelijk moeten bevruchten. En dat vrouwen zeg maar voorzichtiger zijn. En dat zie je dus ook in de hele tijd terug. Maar het omdat ze dus die last biologisch... hebben van het kind dragen. Nee, maar dit is biologisch gezien. Dat de man is moe na de seks en de vrouw niet. Dus dan kan de vrouw kan eigenlijk gelijk weer door naar de volgende man om weer bevrucht te worden. En de man die kan gewoon slapen. Ja, maar, dutje doen. Ja, maar dat vind ik wel interessant. Dat is biologisch bewezen. Ja, maar dat vind ik een interessant verhaal. Want eigenlijk zijn... Waar eigenlijk eerder wordt gezegd van die mannen die zitten alles maar te neuken. Maar in Shorty's verhaal zijn vrouwen dus al dan niet erger. Ja, want zodra die vent uitgeteld een beetje ligt te pitten, gaat zij gelijk weer het moederpad op. Er gaan meer vrouwen vreemd dan mannen, hè? Daarom is de gangbang is eigenlijk gewoon... natuurlijk verschijnsel. Ja, vind ik ook. Moeten we eigenlijk aanmoedigen. Ja. En niet jaloers zijn van, hé, maar ik wil ook in haar kutkaart komen. Nee, je komt maar vol over de gezicht. Eerst nummertje trekken.
Je komt maar vol over de gezicht heen. Hey, maar het klopt niet helemaal in die zin dat je kan natuurlijk niet zwanger worden meteen van de volgende, want dat werkt niet zo. Maar wel als diegene geen kans. Goed zaad heeft. Ja, je hebt meer kans om uiteindelijk zwanger te worden. Ja. En ervan uitgaande uit jullie theorie dat vrouwen niet zo slim zijn, dan staan ze in stil bij wanneer ze vruchtbaar zijn en wanneer niet. En is het gewoon zaad. Vrouwen die zijn wel het slimmere ras. Ja. Ten opzichte van mieren, ratten? Nee, ten opzichte van mannen. Oké. Okay. Alleen, ze gebruiken het niet. Oké, okay, vertel. Ja, het is toch zo. Dat weet ik veel, ja, onderbouw het dan. Ja, vrouwen die... Ik vind dat vrouwen hun intelligentie niet gebruiken. Want anders hadden ze echt wel op andere punten gestaan dan dat ze nu staan. Dan had echt wel... Hadden ze SGP gestemd. Nee, maar dan had echt wel een vrouw nu minister-president geweest. Of zulke soort dingen. Want als je ziet dat Rutte, die maakt er één groot potje van. Dan kan je echt wel een vrouw tegenoverstellen die slimmer is en beter dan hem. Dan heb je dus Kaag en die verneukt het ook. Dus nee, maar, Kaag, dat is gewoon een kutwijf. Ja, nou ja, goed. Maar dat, als je dat dan zegt, dan zit je haar te discrimineren omdat ze vrouw is. Dus niet omdat ze vrouw is, het is gewoon een kutwijf. Ja, vind ik ook. Nou, oké, daar zijn we weer. Zit gewoon geen persoonlijkheid in. Ja, we gaan hier wel koud. Ja, heel koud. Ja, maar dan komen we weer in. Vervallen we in hetzelfde makkelijke patroon als dat iedereen roept altijd. Ja, het is wel. Nou, we hadden het over seks. Ja, inderdaad. Heeft Kaag seks, denk je? Nee, ja, maar. Nee. Wat heeft Mark ook seks? Ik denk op het moment dat je je lul in Kaag steekt, dat hij gelijk is. Gelijk. Ja. Ja. Die brokkelt af, ik heb nog wel wat quotes, zeg maar. Een man die zegt, ik vind neuken met een condoom ongeveer net zo leuk als de afwas doen. Nou, op zich. Ja. En een andere vrouw, die zegt, ik heb al jaren een relatie en omdat ik op dit moment geen zin heb in anticonceptie, vrijen wij, ik denk al zo'n 2 jaar met condoom. Voor mij voelt het niet anders. Vent vindt het prima en ik vind het een fantastisch bijkomend voordeel dat ik na de seks niet uitgebreid het sperma uit mijn vagina hoef te vissen en er dan uren later alsnog wat uitloopt. Uren? Ja. Is ja, dat... maar je loopt het er toch niet uit te vissen? Ja, nou ja, wat doet jouw vriendin dan? Nou, een beetje lekker. Waar? Ja. In een handdoek. Waar ligt die handdoek? Ja. Naast het bed. Ja, en hoe vaak wordt die opnieuw verschoond? Na elk gebruik. Oké. Okay. Nee, is goed. Gewoon interesse. Maar ben je ook zo, Jordy, dat jij dan ben je klaargekomen en dan ligt het handdoekje en dan ben jij zo aan het druppelen zo, en dan ben je het kwijt en dan zo haha lachen, want je bent in haar en over de buik klaargekomen zo haha. En dan dat zij zegt, oh, pak even handdoek. Oh ja, haha, weet je wel. En dan hier, dan gooi je het zo in de bek. Ja, en dan eigenlijk boeit het je allemaal niet meer. Nee. Toch, Jordy? Dat jij gooit de badmat er nog naartoe. Nee, ja, die hebben we dan van tevoren al gepakt. De badmat? Nee, de handdoek. Ja, oké, maar dat je dan eigenlijk vergeet van, oh, ik ben klaargekomen. Oh, jij ligt nog na te druppelen. Dat heb ik heel vaak. Nee. Oh, daarom hou je van lang voorspel. Daarom ben ik alleen waarschijnlijk. Maar dan meestal... zeg je van, ja, ik heb het al geleverd. Ik hoef nu niet meer na te denken. Meestal is mijn vriendin er heel goed in. Dat kan dan precies op het moment dat ik hem eruit haal, doen ze die handdoeken netjes onder, zodat ze niet op mij uitlekt. Dus je hebt geconditioneerd. Ja, dat zei je niet voor. Heel romantisch ook. Ja. Echt, ja. Oké, okay. Geen positieve... Hoe doe jij dit nou, nee. Danielle, dan? Het is heel statisch. Jij gaat boven het gezicht van je vriendin een vriend uitlekken. Ja, boven mijn vriendinnen vaak. Ik spaar het even op en daarna ga ik aan vriendin toe. Boven het gezicht, boven het gezicht van je vriend ga je zo vol... Hier, maar, dit is wat ik van jou krijg. Nee, maar dat is een iets ander beeld wat jij nu hier schetst ten opzichte van... dat je in een gore badmat ergens op liggen, dat je dan denkt, nou ja, weet je, mijn probleem is niet meer. Succes. Ja. Zo'n handdoek. Ja, oké. Okay. Nou, maar hoe krijg je het er niet uit? Danielle? Ga je het eruit lopen vissen? Nee. Oké. Nee. Maar Danielle wil wel heel... op het moment dat je een vraag stelt, dan is ze ineens heel gereserveerd. Ja, maar komt het er bij jou niet na een uur uit, Danielle, nog? Nee, denk ik. Of hoe voelt het dan, dat het zo eruit je kut loopt? Kan je dat opschrijven? dan mag ik nu mijn vraag, hoor. Ja, het zijn toch dingen... Hey, Jordy, dat zullen wij nooit weten. Hoe is het om uit je kut te laten lopen? Ja. Nou, ik denk dat het goor is toch meer dan je denkt. Oké. Okay. Ja, maar voelt het goor dan? Nee. Dat je denkt... Maar ja, kijk. Nee.
Ja, maar het is niet meer dan je denkt, maar het wordt op een gegeven moment gewoon wat vloeibaarder en dan lijkt het meer. Ja. Ja. Hoe weet jij dat dan? Wat een kutvraag. Ja, weet ik veel. Jij bent hier opeens de specialist in. Ja. Ja. Nee, ik ben helemaal geen specialist. Ik hoorde met die handdoek gewoon die kant op en je red je maar. Talk. Ik hoor iets. Net als Danielle de vibrato aan. Oh nee, ja. Het is een afwasmachine. Ik zit in de keuken. Oh jezus. Ja, maar was, ja, liever was het wel een vibrator, maar goed. Ja. Talk. Ja, we gaan even door, want anders dan blijven we iets te lang bij het onderwerp. Ja, weer volgende iets vraag. Iets te lang sinds, door over seks. Dat gaat gewoon weer door. Maar sinds oktober ben ik met een onwijs leuke jongen aan het daten. Sinds mijn vorige relatie, 3 jaar geleden, heb ik mij niet meer zo gevoeld bij iemand. Af en toe merk ik wel dat hij wat sneller is met bepaalde dingen, onder andere intimiteit. Ik heb aangegeven nog even te willen wachten en gelukkig hebben we het hier goed over kunnen hebben en respecteert hij deze keuze volledig. Begrijpt het totaal. Ja. Nu wil hij begin april wat? Nu wil hij begin april graag een paar dagen weg in Nederland. Oh, ik dacht seks. Oh, nee. Ik denk, het staat in de agenda gewoon. Ja, dat dacht ik ook. Ik dacht eerst even van, ja, we schieten hem er wel even in. En even een datumprikketje. Ja, zo van, oké, maart mag je nog, maar april ben je van mij, hoor. Ja, maar ik ben hiervoor nog nooit eerder met een vriendje, een relatie, op vakantie, een paar dagen weg geweest. Laat staan waarmee ik nu 2 maanden aan daten ben. Ja, ik vind geen vakantie. In eerste instantie lijkt het me onwijs keihard leuk. Werken. Maar later vroeg ik mij af, is dit niet te snel? Mijn gevoel zit goed bij hem, dus ergens vraag ik me af waarom niet. Gisteravond heb ik mijn gedachten hierover met hem besproken. Hij is er helemaal oké mee als het te snel voor me is. Maar hij heeft zelf de gedachte dat we niets te verliezen hebben. Ik ben benieuwd naar jullie ideeën en ervaringen hierbij. Nee, maar hoe oud zijn? Dat staat er weer niet bij, hè? Nee, ja, sorry. Maar dat is wel lastig, vind ik. Want dat maakt wel een ander perspectief. Ja, maar okay. Ik merk wel dat haar ze allebei al wel... Haar vorige is 3 jaar geleden. Ze hebben al wel seks gehad. En ik gok even uit... Nee, toch? Ja, nee. Alle, met een ander hebben ze seks gehad. Niet met elkaar. Oh. Maar dat weet je niet. 3 jaar heeft ze een relatie gehad. Maar misschien was ze ook daar heel lang nee, mee. Nee, die relatie was 3 jaar geleden. Dus ik weet niet of het echt 3 jaar was. Oh ja, dat is waar. Ja, ja of het was misbruik. Maar een paar maanden. Ik denk, ja... dat kan. Het is toch een regel in het daten op het moment dat je de derde date hebt, dat je dan seks hebt? Nou, ik zou niet zo heel... Het is geen ongeschreven regel, of pre-geschreven regel, maar... Je hoeft ook niet per se te wachten tot 3. Nee, precies, maar dat zie je heel vaak in films. Ja, het is nog niet de derde date, dus ik ga nog niet met hem naar bed, hoor. Of mee met hem naar binnen. Ja, maar, ik snap het punt, maar we dwalen wel een beetje af. Ja, nee, maar 3 maanden of 4 maanden... Ja, kijk, het is heel... Vakantie. Ligt aan hoe vaak je elkaar ziet, hè, Jordi? Want stel, je ziet elkaar dagelijks. Ja, maar het is een beetje... Ik vind het een beetje relatief. We zijn een paar maanden samen. Kijk, als je een maand of 2 maanden... dan snap ik dat je misschien nog wil wachten. Maar als het 4, 5 maanden is... dan denk ik toch, ja, je bent op een gegeven moment 4, 25. Je hebt allebei behoeftes. Dan gooi je principes gewoon in het vuur. Ja, geen principes. Het is gewoon, je hebt een relatie, toch? Dan doe ja, je, dit hoort daar ook bij. Nee, maar dit vind ik wel interessant. Want mensen die heel erg van de kerk zijn, die zien dat anders. Ja, dat snap ik, ja. Maar fuck de kerk. Nee, dat snap jij niet. Want anders zeg je dit niet. Nee. Dus er zijn mensen die zeggen, ik kan prima een relatie hebben zonder seks. En ja, dat clasht wellicht met mensen die daar anders over denken. Nee, ik niet. Hè, wat, maar ik, vind het een, ik vind het een vrij belangrijk en essentieel gedeelte in de relatie. Seks, ja, dat kan. Ja. 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 Oké, ja. Mooi. En wat voor advies heb je aan deze... Ja, zouden ze op vakantie moeten gaan? Even, want... Trek alles uit de kast en neuk ze beheersers eruit. Ja. Oké, maar een paar dagen weg in Nederland. Vind ik ook geen vakantie. Nee. Dat zegt toch gewoon, we gaan een paar dagen erop uit in Nederland. Dat ik heb die vent heeft gewoon een van de bunker gehuurd. Ik en heb echt het gevoel niet... alsof ze zo'n Van der Valkje hebben gehuurd. Gewoon. Ja. Wat is er mis met Van der Valk dan? Ja, helemaal niks, maar dat wordt geassocieerd met even Van der Valkje pakken. Met Marokkaanse jongens die met meisjes naar de Van der Valk willen om alleen te neuken en dan weer weggaan. Vertel, dit snap ik niet. ik ben hier bekend mee, man. Nee, maar Van der Valk is gewoon een of andere shabby, weet je, maar het komt gewoon, dat zit bij, bij de snelweg, dus je gaat even precies. Snel, je gaat erheen. Ja, okay. Dat telt niet als vakantie. Heel vaak zie je van die gesprekjes dan op TikTok of op dingen voorbij komen, dat zo'n Marokkaanse jongen tegen zo'n meisje zegt, eeuw, kom, we pakken Van der Valkje met mijn tank. Welke TikTok zit jij dan? Ik ben heel benieuwd. Met mijn tank?
Tank. Wat is de OT? Lachgas? Nee, tankers en Mercedes. Oh, echt? Huh? Ja. Sorry, geef ons even een les, want wij zitten oud voor deze Jordi, shit. Ik weet niet welke... De oudste van deze shit, die bent een jaar ouder dan dat ik ben. Ja, maar wat, ik weet niet, tank. Ja, maar dit is, kijk, Danielle heeft wel enig niveau. En Jordi, dit is gewoon niveauloos. Nee, nee, vraag het maar. Dus een tank is een Merry. Ja. Oké. Okay. Een Merry, oh, dat maar is Merry Mercedes. Maar Merry is Mercedes. Oh. Ja. Suffer ben ik, maar... Oké, okay, dus in feite is het nu een soort van... stoere game, dat je dus zeg maar chicks hosselt om mee te gaan naar je Van de Valk en dan lach je ze erna uit dat ze goedkope hoeren zijn voor je Mary. Of dan niet voor je Mary, maar nee, ja, gewoon dat ze goedkope hoeren zijn en dan gaan ze uitlachen. Ja, dat is het een beetje. En waarom zouden dan vrouwen of meiden dit doen? Ja, weet ik veel. Ja, nee, het is oprecht een test, dat is niet durig. Maar gewoon nee, ik ook niet. Ik ben geen vrouw. Ik weet niet wat hun beweegredenen zijn daarin. Nog nooit in een hotel geweest of zo? Ik ben wel eens in een hotel geweest, maar ik ga niet... Nee, ik bedoel die vrouwen, meisjes. Oh. Ja, dat weet ik niet. Ja, ik kan me voorstellen, ik ben... Ja, dat je dan denkt, oh, ik ben nooit in een hotel geweest. Dat is super interessant. Maar, sorry, ik ga dit even afkappen, want ja, is goed. Ik moet toch een beetje kwaliteit bewaken. Van volgende onderwerp. Nee, kijk, het ding is, vakantie, daar gaat het over. Kijk, dan wordt je geneukt. Nou, het kan ook fout gaan op vakantie, toch? Als er niet geneukt wordt. Nee, er is dus een Amerikaans echtpaar... Die is in de oceaan achtergelaten tijdens een snorkeltrip. Ja, maar dan kan, soms zijn die Amerikanen heel vervelend. Ja, want dat is ook wel zo. Maar het is wel kut. Je kan Amerikanen wel altijd herkennen op vakanties. Ja? Dan hebben ze altijd. Nee, ja, ook. En ze hebben altijd een shirtje of pet op... met daarop de plaats waar ze zijn. Dus... Parijs en dan hebben ze Paris erop staan of een packje met New York en dan je kan altijd zien waar welke Amerikanen zijn omdat ze dan zo'n shirt of packje aan hebben met de stad waar ze op zijn. Ja. Typisch Amerikaans. Maar zijn jullie wel eens kwijtgeraakt tijdens een trip? Nou, ik was dus pas alweer een half jaar geleden denk ik, was ik in Kaapverdië en toen kwamen we... Dat is ook het ding van jou. Je bent of ziek of je bent op vakantie. Ja, ja. Dat is een beetje Jordi in de top. En toen kwamen we dus echt midden in de woestijn bij een hele, ergens dicht bij de zee, kwamen we twee mensen tegen op een quad die was vastgelopen in het zand. En dat waren, nou ja, altijd Nederlanders. Je komt ze altijd overal tegen op het moment dat je denkt dat je ze niet tegenkomt. En dat je dan zo'n ook Nederlands hoort praten, dan denk je, ik ga nu even niks Nederlands zeggen. Nee, ik doe net alsof ik Frans ben. Maar ze zagen jou dat je Nederlands was. Ja, dat zie je altijd aan elkaar. Ja. Je weet het gewoon precies. En onze reisleider was ook Nederlands. En toen zeiden die twee mensen ook echt, die waren ook achtergelaten in die kwad, niemand kon ze vinden. Oh. En die twee mensen zeiden ook echt gewoon van, doodleuk, van ja, hier in de zee, hè, kunnen we daarin zwemmen? Maar er stond fucking veel wind en hartstikke hoge golven. En dan dacht ik, ja, ik hoop echt dat jullie gaan zwemmen, want jullie moeten echt dood. Ja. Maar dit was wel mooi, want het was dus zo dat ze waren kop aan het tellen. En ze kwamen elke keer twee mensen tekort, tot twee keer toe. En de derde keer. Nou, de derde keer dacht die fan van, plus twee. We zijn compleet. Ja, maar dat is toch... En die oogtuigen zeiden dus ook allemaal. Dus ja, dat is wel echt een kut. En dat was wel grappig, want in het stuk stond ook... het koppel moest noodgedwongen naar een eiland zwemmen... om help en SOS in het zand te schrijven. Ja. En dan staat er... En een ander stukje stond nog, het echtpaar bereikte de kust, maar zeiden tijdens het proces dat ze vermoeid en uitgedroogd waren. Maar ik denk, ja, maar dat is heel normaal bij dit soort zwemtochtjes, toch? Ja. Maar ze waren uitgeput in de poging geholpen te worden. Schreef ze SOS en hulp, help in het zand. Later werden ze teruggevonden door bewoners van het eiland. Maar denk, ja, dan heb je ook lekker je best gedaan. Dat klopt wel heel dramatisch, weet je wel. Maar het is gewoon een heel druk bevolkt eiland misschien. Ja, ze kregen water en een telefoon. 3 uur nadat ze verdwenen waren, konden ze contact opnemen met het reisagentschap, dat echter niet had gemerkt dat er iemand ontbrak. Het is een beetje Expeditie Robinson in het kwadraat. Gewoon, als die 500 meter de andere kant oplopen, dan is er ineens een bewoonde wereld. Ja, weet je dat. Ja. Maar wat je dan, weet je, en dan moesten natuurlijk weer miljoenen, dat eisen ze dan. En ik denk dan, nou, het klonk als een leuk avontuur, toch? Hè? Ja. En B, het is een fucking vet verhaal voor op verjaardagen. Ja. En C, verfilm het en verdien gewoon eerlijk je centjes. Ja, maar echt, Amerikanen die zijn gewoon zo gebrand op mensen naaien in de rechtbank.
Ja. Dat is daar gewoon echt gewoon normaal. Ja, hier, bij ons krijg je een voucher. Ja, bij ons krijg je een kortingsbon voor 10% korting bij je volgende vakantie. Ja, maar, ja, precies. Maar daar echt... Oh, er staat nog niet op de magnetron dat ik mijn kind er niet in mag doen. Zal ik dat eens proberen? Ja. Hup, 30 miljoen. Ja, met een kat ook, geloof ik. Ja, ja dus de kat echt... in de magnetron was dat. Ja, maar ja, het staat er niet op de dingen. Dus, ik hoop dat ze wel Lost gekeken hebben. Of dat die film maar met... Maar Lost staat nergens op. Dat is echt één grote deceptie. Wat of die film met Tom Hanks, met die kokosnoot. Oh, ja, of die, met... die volleybal, weet ik het wat het was. Mister, ja, Nice Guy, nee. Nee. Ja, en die ene met die gozer met die blauwe ogen, Blue Lagoon? Ja, maar dat was geil. Ja, dat wel. Ja. Maar ik hoop dat ze dat een beetje gekeken hebben. Of Expeditie Robinson gekeken hebben. Ja, maar ze, waarschijnlijk, of na een paar uur... Ja, ze waren eerst heel moe, dus dan lig je sowieso gewoon even relaxed op het strand van... Nou, even uithijgen en nog bruin worden ook. Ja, maar je hebt geen zonnebrand bij je. Dat zou ik dus het ergste vinden. Ja, ik verbrand echt levendig. Ja, als ze nu huidkanker hebben, dan zouden ze dat op zich wel kunnen nemen. Ja, ja, nee, dan wel. Ja. Ja, of als ze één verdronken was. Ja. Dat was wel een mooi moment geweest als ze van zijn vrouw af wou. Ja. Ja, want nee, maar dat is heel vaak wel het ding. Dat soms beweren mensen van bij bijvoorbeeld dingen van... Ja, dat je iets heel ergs hebt bijvoorbeeld... Maar daar mensen die koketeren er ook soms mee. Ja, ja dat met is ellende. Altijd een verhaal. Met ellende. Ja, ja. Dat, je hebt van die mensen die standaard depressief zijn... en daarmee te koop lopen op Facebook. Ja, en gaat zo maar je hebt ook altijd mensen die zeggen... ja, maar ik klaag nooit. En dan altijd klagen. Ja. Ja. Nou, dat is even... Nou, even een dingetje met een uitstapje Married at First Sight. Je hebt bijvoorbeeld Loes. En Loes heeft nooit wat. Loes. Maar ondertussen heeft Loes altijd wat. Loes. Ja. Hey baby, Loes. En ben weggegaan. Ja, Loes, ja. Ja, hey. Spoiler alert nu, maar als deze uitzending online komt... Ze zijn uit elkaar. Ja, ze hebben ze in het Algemeen Dagblad gezegd. Ja, ja. Ja. Dus, maar dat, ja, dat voelde je toch al. En die moeder van die Paula, dat vind ik een tyfushoer. Dood. Waarom maar we dan? Dwalen af. Nou, ja, nee, maar die zegt gewoon... Eerst heeft ze al die hele vragenvuur op die andere kale knakker gegeven. Die vind ik ook een lul van de gozer trouwens. En dan zegt ze nog uiteindelijk aan het eind... Ja, nee, maar er zijn geen perfecte vrouwen. Maar ja, ik ben wel perfect. De ideale vrouw ben ik. Oh, ja, lekker. Ja, maar dan heb je ook onzekerheid. Als dat nee, maar ze is gewoon niet grappig. En ze doet gewoon heel erg tof en zo. Het is een typetje. Ja, dat lijkt het gewoon op. Oh, echt een type die bloed onder die nagels van aanhaalt. Echt, ja, ik vind die Stefan, die vind ik ook heel vervelend. Die vind ik veel te positief. Ja, dat is niet goed. Ja, zo kan je niet zijn. Ja, en zo zorgzaam ook. Ja, nee, maar die vindt alles gaaf en geweldig. En alles vindt hij leuk. En hij was in dat huis van die vrouw. Zegt hij, oh, ik vind alles zo leuk. En er hangt helemaal niks aan de muur. En dan zegt hij, ik vind het zo gezellig hier. Ja. Ik vind alles zo leuk hier. Zo gezellig. Ja. Ja, inderdaad. Ja, dat ik goed, niet. We dwalen af, want niet iedereen kijkt meer met het first sight. Ja. Nou, we hebben dit ook weer besproken, denk ik. We gaan door naar de volgende vraag, jongens. Ja, trouwens. Punt 2. Ja, op vakantie. Gewoon doen. Toch? Dat is het antwoord. Ja, gewoon doen. Ja, go with the flow. Nee, als vrouw ga ik nu even doen. Het positieve sociaal wenselijk boekje is... Je voelt zelf aan wat goed voelt. En doe niets wat tegen dat gevoel ingaat. Want je weet ja, kijk, wij kunnen wel van alles vinden en zeggen. Ja, maar ik doe elke nu kut. Situatie, wacht even, elke situatie is anders. Toch? Nou ja, weet je, ik maak er een grap van, maar eerlijk gezegd is het wel echt gewoon waar. Kijk, je voelt zelf of je er goed bij voelt of niet. En als als het gevoel niet is, dan zou ik dit vooral niet doen. Nee, dat had Loes ook. Wie is Loes? Loes. Oh, daar. Ja, nee. Okay. Nee, mooi gezegd. Want zo is het ook hoor, Danielle. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Thanks. Ja. Nou, dan komt nu. Dit onderwerp staat gewoon al 2 weken op de agenda. En het was het onderwerp van Danielle. Gaan we gauw skippen. Ja, inderdaad. Dus, creative skip. Ja. Maar dan komt die.
De vraag. Wat vinden jullie van het leger? Vraagt iemand. Persoonlijk zou het me wel sick lijken als ik opgeroepen word. Al duurt het nog een paar jaar. Niet alleen om mensen te knallen, maar ook vanwege, ja, maar ook vanwege het sociale vlak. Je hebt mensen om te respecteren, waar als je het niet goed doet, consequenties bij komen kijken. Ja, in overleven, echte leven is dat niet meer zo. Nee, overleven in de natuur en natuurlijk vertellen over hoe wij Nederland gered hebben aan de latere generaties. Dus, ja, maar je redt Nederland niet, want we zijn hier in oorlog. Nee. Nee, maar, ik snap het ook niet helemaal. Wat vinden jullie, jongens? Moet de dienstplicht weer terug? Ligt eraan. Shorty, jij bent een jaar jonger dan ik. Volgens mij ben jij dan net een lul. Nee, net niet. Niet? Nee. Wat is de dienstplicht dan? Volgens mij was het iedereen vanaf 1998... Oh, wacht even! Rijksoverheid.nl, ik heb net gegoogeld. 17 tot 45 jaar. Godverdekut. Dat is jammer. Ja, maar ze willen dienstplicht invoeren voor iedereen die vanaf een bepaald geboortejaar 18 wordt. Ja. Oh ja, nee, goed, prima. Dat is vaak zo. Mee te schaften. Ja, dus daar hebben wij geen moeite mee. Maar kijk, weet je, als een jochie van 16 fucking goed is in Call of Duty, betekent het niet dat hij heel goed is in het leger. Ja, maar het is wel sick. Sick om mensen te knallen, weet je wel. Maar die gasten die denken dat ze heel goed zijn, alleen omdat ze een 360 sniper shot kunnen doen. Ja, en ze hebben gewoon een trigger met de rapid fire, gewoon die aan kan laten staan. Ja, maar dan kan je ze toch gewoon via drones dat laten doen. Fucking goed in Warzone. Ja. Fucking sick om mensen te knallen, weet je. Ja, nee, ja, maar weet je... Jordy in het leger, ik zie dat niet zo gebeuren. Want Jordy mag niet met zijn gezichtsafwijking. Nee, met zijn rug ook. Hij had last van zijn rug. Ook niet, nee. Nee, ik mag wel met mijn ogen mag ik eigenlijk alles doen behalve vliegtuigen besturen. Oh, dus dan maar word jij landmacht. Ik mag overal bij, want ik heb een gezichtsvermogen van 75%. Oké, dus dan... Maar als sniper lijkt me dat niet echt handig. Nee, maar dat kan niet. Want je moet je bril, kan je er niet tussen houden. Dat weet ik toch niet? Of er moet een sterkte zitten in dat vergrootglas van die sniper. Oh, dat kan ook nog. Dan heb je een custom-made sniper ding. Ja, dan zou het wel kunnen. Dat iemand dan jouw ding pakt in alle haast. En dan, Godverdomme, wat is het? Ja, die is van mij, klootzak. Oh, kus. Ja, neem je eigen sniper mee. Die van jou ligt dan zeker naast je bed, bitch. Ja. Nee, maar ik denk dat de dienstplicht zeker met die millennials van tegenwoordig moet niet ingevoerd. Dat wordt toch niks? Dat wordt een drama. Nee. Maar, dan staan ze bij het leger en dan heb je allemaal van die zakjes die je eigenlijk moet verwarmen in warm water. Zeggen ze, oh, heb je deze ook in soja? Ja, en dan zei van, ik kan hier niet bij de wifi. Is dit glutenvrij? Ja, of ik ben allergisch voor kou. Geen idee, maar echt gewoon allemaal, dit lukt niet. Oh, nee. Ik wou ook ooit het leger in, totdat ik door had wat het inhield. En toen wou ik het niet meer. Nee, jij wou alleen bruin worden in Syrië. Nee, ik vond het heel cool. Ik vind dat namelijk het stuk van de militaire gebeuren, het één team, één taak, vond ik heel vet. Dus ja, maar dat werkt niet echt, denk ik. Dat kameraadschap en zo, dat trok mij wel erg. Maar dat komt natuurlijk door mijn terug- en familieverleden. Maar toen kwam ik erachter dat je in een tent moest slapen en je nul comfort hebt. En toen was ik er vrij snel klaar mee. Ja, maar ik vind... het werkt niet, zeg maar, de Nederlanders aan zich ook, die luisteren niet. Te verwend. En de jongeren, ja, maar dan krijg je ook van, oké, jongens, we blijven achter het huis staan tot de vijand weg is. Hoezo? Ja. Weet je, dat is het dan ook. Ja, maar er is geen respect meer en Er zegt iemand, van, wat moesten we ook weer doen? Sorry, ik was aan het appen. Ja. Ja, ja, maar die mogen ze dus niet hebben en dan gaan ze aan kapot. Ja. Dat ze gewoon niet met een mobieltje, want ik verveel me... Nee, maar je hebt toch ook dat Dream School, toch? En toen zeiden die gasten van die leraren, of die gasten die daar lesgeven, die zeiden eigenlijk al bij de eerste aflevering van, ja, jullie mogen in het weekend geen drugs en alcohol gebruiken. Ja, en gaat toch niet gebeuren. En dat vonden ze dus al erg. Ja, precies. Ja, dus dan wordt het niks, want moet vanuit jezelf komen. Het wordt ook helemaal niks, want de jeugd van tegenwoordig heeft geen intrinsieke motivatie meer. Nee. Dat is wel... Oké, Shorty, het zijn fucking wijze woorden. Ik ben het er totaal mee eens. Ja, ja. Ik ook. Maar dan de andere vraag. Waarom geen 70-plussers naar het front? Ja. Dat is wel mooi kanonnenvoer. Ja. Die leven toch niet lang meer. Ik hoor een mobiel afgaan. Ja, ik ook, maar ik weet het niet. Die van mij ligt niet hier in de kamer. Nou, maakt verder niet uit. We hebben het over 70-plussers naar het front. Ja, nou prima. Die hebben nog dienstplicht gehad. Die weten hoe het moet. Ja, dat ook sowieso. Vergrijzing. Ja. En het scheelt heel veel zorgkosten als ze doodgaan. Ja, laat een jochie maar lekker dronepiloot worden. En dan stuur die oudjes maar lekker naar het buitenland. Ja, ik denk dat een goede combinatie is inderdaad. Dan zeggen ze van, als je dan AOW hebt,
Ja, ja. Nee, inderdaad. Dan heb je AOW en dan heb je één keer per jaar vakantie. En dat is dan een verkapte uitzending of zo. Ja, en wij hadden zeg maar... een tijdje geleden hadden wij Jannes in de podcast. Die was ook op missie geweest. En die zei dat ze hele oude tanks hebben en zo. Dus, Nederland dus vallen ze uit. Nederland en ook Rusland. Ja, ja, maar en... iedereen heeft oude tanks. Ik weet niet wie nieuwe tanks heeft. Maar... Nee, maar gewoon ook überhaupt een oude wapens en zo. Youssef dus... uit Overvecht. Die heeft een nieuwe tank. Ja. Nee, maar die 70-plussers, die weten dus juist... Die 70-plussers weten daarmee om te gaan. Ja. Dat is wel waar. Ja, dat is toch ook bij de belastingdienst een ding? Meegewerkt. Dat ze zeg maar dat het zo oud dat systeem is. Shit, ja. Weet je, weet je wat je moet doen met het leger? Je moet gewoon al die gasten van de van die moordbrigade, van die Tachi en zo, die allemaal oppakt. Die moet je allemaal naar Syrië sturen. En gewoon, die zijn al gewend met wapens. En nu hebben ze een keer een echt pistool en geen alarmpistool. En dat vinden ze ook alleen maar mooi. En dan kunnen ze elkaar appen van... Ja, deze moet je hebben. Schiet die door zijn kop. Dan kunnen ze dus je bent een soort van Google recensies... gecombineerd met... een soort handhaving... gecombineerd met een soort recalcerings iets. Ja, je stuurt gewoon iedereen die vastzit voor moord... met die stuurt en die geef je een fucking wapen mee. Dat gaat al nergens over. Iedereen die vastzit voor moord... geef je een wapen om buiten te gebruiken. Nee, maar volgens mij zijn er toch heel veel films al op die manier gemaakt. Van inderdaad ex-gevangenen of gevangenen die moeten helpen met moord, weet ik veel wat. Je had wel één hele vette, dat is die gamer. Dat al die gasten in een soort videospel zaten, dat allemaal van die jonge jochies ze moesten besturen. Dat ken je niet. Ik kijk sowieso geen films bij. Was dat niet Player One of zo? Die? Ja, nee, dat is Player One is een andere. Dat zijn ze allemaal digitaal. Maar deze was moest een jongen een echte man besturen die vast had vermoord. Oh. Dat gamer. Maar dat dus. Nou, leuk, Jordi. Maar ik vind wel dat in Nederland, als je bijvoorbeeld het leger in gaat, heb je veel minder respect vanuit de Nederlandse maatschappij dan bijvoorbeeld in Amerika. Want daar worden die gasten echt op. Het zijn wel vaak mensen die ook bakloos zijn tegenwoordig daar. Thank you for serving. Ja, je wordt daar echt. En Uncle Sam needs you en al die shit. Ja, je wordt daar echt op handen gedragen. Ja, klopt. Ja. Maar je krijgt gewoon een veteran pass en zo. En dan kun je dus goedkoper naar het bioscoop, goedkoper. Ik vind het allemaal. Bijna overal korting. Je hebt een soort help, maar respect, ik moet wel zeggen dat die mensen dus die dan waarschijnlijk afgekeurd zijn uit het leger in Amerika, die krijgen dan een baantje met hun PTSS om met een fucking dik geweer in een of ander openbaar iets te staan. Dan denk ik ook, maar dat is het hele ding, dat hele PTSS, dat is gewoon natuurlijk, je bent gewoon fucked up. En vooral die veteranen van Vietnam en weet ik wat. Maar eigenlijk, dat geldt voor iedereen wel. Iedereen, denk ik. Als je zo soort shit mee maakt. Ja, maar je bent niet allemaal Ted Bundy, dat je allemaal mensen kan vermoorden en dan normaal blijft. Ted Bundy is fucking bruut. Maar die is bruut, maar die gedraagt zich gewoon alsof hij nog nooit iemand vermoord heeft. Ja, maar daarom is jij zo bruut. Dus als je geen PTSS krijgt vanuit de oorlog, als je verschillende mensen hebt vermoord, dan is er iets niet goed. Ja, nee, snap hem. Ja, dan... is er iets anders nogal. Ja, dan ben je gewoon psychopaat. Ja. Wel lekker makkelijk lijkt me dat, serieus. Als je psychopaat bent, hoe fucking easy is het leven dan? Je geeft geen fuck om niks behalve jezelf. Ja. Ja. Dat klinkt wel als Jordi in principe. Ja, of iemand met ADD. Ja. Wie dan? Oké. Maar Defensie, moet dat dan... moeten mensen... Ik denk dat het niks wordt. Het gaat veel te veel geld kosten om mensen dienstplicht te laten doen. Want als je mensen kunnen nu in de klas niet eens telefoon inleveren zonder gejank. Kaag is laat toch staan die, dat ze zeg maar een soort verplichte stage gaan doen. Kaag met doet dat inzet. Nu toch in het ministerie? Wat? Die Kaag zit daar nu toch bij het ministerie van Veiligheid of zo? Voor die leger shit en zo? Of doet zij dat niet? Kaag niet meer. Voor haar, voor haar ga ik echt niet vechten. Nee, maar dat vind ik ook zo bijzonder. Van ik moet eerlijk zeggen. Ja, maar dat heb ik ergens ook voorbij zien komen. Ja, sorry. Nee, maar dat iemand zei dus van... Ja, ik ga niet voor dit Nederland vechten. Ja, dat snap ik wel. Want je vecht niet voor Nederland. Je vecht voor een ideaal. Wat ooit besloten is in de regering. Ja, maar als jij dan zegt van... als je niet voor dit land wil vechten... moet je dan wel in dit land willen wonen. Nee, dat is dan ook weer de andere kant. Je ook wel lekker op. Ja. Maar wat ik vind is dat helemaal het concept in Nederland met betrekking tot het hele politieke stelsel. Als je een minister hebt van veiligheid, dus die dan gaat over leger,
Of politie of zulke soort dingen. Zet daar dan een oud politieagent of een oud de hoge baas van de militairen neer. Hetzelfde dat lijkt voor iemand, logisch. Hetzelfde ja, iemand van het onderwijs. Zet dan iemand, een universitair leraar of iemand uit het onderwijs daar neer. Ja, die ministers, ja, maar die ministersposten, dat is gewoon, dat klopt gewoon allemaal niet. Nee joh. Nee, het is gewoon ambtenaren, mensen die daar achter de schermen zitten, die bepalen beleid. En jij bent zeg maar de gunstige persoon die het mag naar de enige goede die ze nu hebben aangesteld, dat is die gast van Volk gezondheid, dat is die Kuipers. Want die heeft er ook echt mee te maken gehad. Nou, en dat is gelul. Is. Ja, maar hij heeft wel in een ziekenhuis gewerkt. Hij weet wel hoe het in de, hoe het in de gezondheidszorg gaat. Nee, ja, en Kreef gaat ze meteen afkappen, maar ik wil het eerst nog even zeggen. Is voor corona had hij totaal andere voordat hij minister werd, had hij totaal 180 graden andere mening dan toen hij wel die post had. Vast en zeker, maar hij heeft wel in de gezondheidszorg gewerkt. En dat, ik zeg niet alleen maar dat hij daar moet zitten in verband omdat die corona shit allemaal geweest is, maar hij moet daar wel zitten omdat hij wel weet wat er in een ziekenhuis is. En wat ik bedoel is dat hij dus zeg maar eerst zei, we moeten de IC verhogen, en vervolgens zegt hij van, zodra hij op zijn post zit, oh nee. Maar zodra hij op zijn post kwam, was de corona al een lachertje geworden. Nou oké, dat kan ook, dat weet ik niet zo goed. Dus in die zin laat ik het open. Corona. Is goed, creative. Neem het maar over. Volgende topic. Nee, maar dat snap ik wel. Ik helemaal goed. Je had dat hele lange dingetje, had je ook nog uit Creative Talk, die je in de groepsapp gooide. Ja, dat was een fucking lange, saaie bericht, bedoel je. Doe nou even rustig, jongens. We hebben eerst ook nog, want Toblerone, jongens. Topless rollen. Ja, sorry. Ik vind dat wel lekker. Ja, ik ook. Nee, laten we eerst even dat Matterhorn mag niet meer op de verpakking. Wie? Ja, Matterhorn. Dat is een berg, ja. En die staat dus op de verpakking van Toblerone. Wat is daar mis mee dan? Is het racistisch? Nou, het is chocolademerk Toblerone mag de berg Matterhorn niet langer op de verpakking laten zien. Dat komt volgens de producent door de strenge regels in Zwitserland. De BBC meldt dat de producent van de piramidevormige chocoladerepen de verpakking gaat aanpassen. Mondelez, het bedrijf achter Toblerone, zegt de afbeelding van de Matterhorn te vervangen door een generieke berg. Hij zegt dat daartoe verplicht te zijn door de Zwitserse regels uit 2017. Die stellen dat melkproducten die niet exclusief in Zwitserland worden gemaakt, geen Zwitserse iconen mogen laten zien. Voor andere voedselproducten geldt een grens van 80%. Dus. Ook. Ja, maar toen dacht ik, ik vind Toblerone eigenlijk sowieso kut. Heel veel mensen vinden het fucking chill. Ja, maar één, hoe vreet je dat? Want die punten zitten altijd in je huig. Ja, als je het afbreekt, dan zit je klauw onder de chocola. Ja. En het zit helemaal vastgeklampt aan je huig elke keer. Zo lekker. Oké. Okay, nou. Ik weet niet, ik eet nooit chocola. Nee, wat vinden jullie... Vind je het lekker, Toblerone, Jordi? Ja. Oké. Ja. Nou, dat was de discussie. Ja, nee, maar wat vinden jullie goor? Wat eigenlijk, wat heel veel mensen lekker vinden? Nou, andersom is het eerder. Dat heb je heel veel bij, als we bij zo'n bitter garnituur, zeg maar. Ik ben altijd degene die de bami-happen wel heel erg lekker vindt. Oh, kijk eens even. Jij bent zo'n sprokkelaar. Je wacht gewoon tot het eind. En dan heb je gewoon een hele kilo bami-hap vreetje weg. Die vind ik dus echt heel erg lekker. Maar dat is gunstig, toch? Ja, dat weet ik. Maar heel veel mensen laten die liggen omdat ze die niet lekker vinden. En ik vind ze wel heel lekker. Nou, op zich zijn ze wel inderdaad wel oké. Ik vind de bitterbal niet zo... Nee, die gaat nooit goed, want die moet langer dan de andere. Ja, maar dat gebeurt niet. Maar daar moet je ook niet mee beginnen, want dan is gelijk je hele verhemelte weg. Nee, maar die zijn in een bitter garnituur mix zijn ze niet lekker. Maar als je ze gewoon bijvoorbeeld bij een kroeg bestelt en alleen maar los, dan heb je wel hele goede bitterballen. Ja, gewoon van die kwekkerbomen achter bitterballen met lekkere... Ja, die Black Angus bitterballen, die zijn fucking ook. Ja, dat is weer elitair voor jou. Je bent weer Randstad, Jordi. Dat merken we weer. Ja. Oh ja, ik ga even... laat maar zitten. In ieder geval... Black Angus bitterballen. Helemaal goed. Maar als je voor de vegan optie wil, heb je ook de... Rot op met je vegan. La. Wow. Ben je vegan, Danielle? Nee. Oh. Het is vega week, hè? Nou, mij niet bellen. Het is internationale vrouwendag. Ja, nee, dat betekent geen vlees, dus geen kut. Ze hebben op het moment dat ik met de trein ga nu naar mijn werk, hebben ze bij de kiosk alleen maar vega sozijzenbroodjes. Wat? Ja, het is vega week.
Huh, maar mag je dan ook geen vlees meer kopen dus? Nee, maar ze verkopen het gewoon niet. Nee, maar kijk, ik vind het een ander verhaal. Als je dus wel, zeg maar, we zeggen, het is vlees, of ik bedoel, het is vegaweek. En wij promoten, dus we hebben korting op dingen die niet vlees zijn. Maar zij promoten, of niet, ze promoten het niet alleen. Ze halen het gewoon de rest is gewoon niet vlees. Gewoon. Ja, maar, oké. Okay. Zo bizar eigenlijk. Nou, je gaat toch gewoon heen, even serieus. Ja. Dat het überhaupt niet meer verkrijgbaar is, nagenoeg. Ja. Nee, maar nu ook bijvoorbeeld bij mijn vriendin om te werken, hebben ze ook vegaweek. En is gewoon alles vegetarisch en veganistisch. En je hebt niks van vlees dus beschikbaar. Ja, ik snap wel... Nou, nee, niet. Ik wou zeggen, ik snap dat ze het ontmoedigen, maar dat vind ik eigenlijk ook niet waar. Het punt is, want avocado plantage en hoe heet het spul? Avocado plantage is toch slechter voor het milieu dan vlees? Daarom wou ik het zeggen. Dus het argument staat nergens op. Maar qua dierenleed kan je zeggen van, nou goed, er is een alternatief mogelijk. Maar dan zou ik het niet zo rigide aanpakken. Dat vind ik niet oké. Okay. Maar is dan water gebruikt en ook nog overgevlogen? Ja, maar is dan maar vlees... Maar wel CO2, hè? Dat is lekker neutraal. Ja. Helemaal goed. Ja, maar is dan vlees het nieuwe roken? En... Ja. Ja, echt wel. Ja, dat, 100%. Ja. Ja, maar ook in elke ding als het over eten gaat, dan zegt iedereen, ja, je mag eigenlijk maar 2 keer per week vlees. Hoezo? Wie zegt dat? Ja, dat zeggen ze dan. Van ja, eigenlijk mag iedereen maar 2 keer per week vlees eten. Ja, maar zo begint het, hè? Ja, dat is echt. Maar dan op een gegeven moment mag je helemaal geen vlees meer. En dan, ja, maar dat klopt. Want eerst was het van, nou, we hebben reclames pro-vega. Nou, ook helemaal prima. Daar is niks tegen. Maar dan, toen mocht er geen reclame meer gemaakt worden voor prijsverlaging bij vlees. Dan heb je al stap 2. En nu krijg je eigenlijk steeds meer dat het verdomhoekje wordt gecreëerd. Ja, maar ook vlees is tegenwoordig ook bijna niet meer te betalen, joh. Dat is ook waar. En daar wordt ook heel veel gejat, heb ik gehoord. Vanuit een of andere Creative Dutch-achtige... Hmm. Oh nee, pagina. Dat was zij niet. Nee, zelfs vegetarisch, laat maar. Ja. Maar qua even van de zelfskan producten worden fucking veel vlees gejat in ieder geval. Ja, maar alles eigenlijk waar dierlijke dingen bij komen, bijvoorbeeld kaas, is ook fucking duur geworden. Ja. Ik zag vandaag een foto voorbij komen van een jongen die ik ken. Die kocht kipfilet. Kon wel kaas kopen. Nee, die kocht kipfiletblokjes. En die waren gewoon voor 600 gram was 9 euro. Ja, maar echt serieus. Kip is echt absoluut onbetaalbaar geworden tegenwoordig. Ik koop het nog steeds, maar het slaat nergens op. Nee. Ik heb deze week geen kip toevallig bij Picnic besteld. Picnic, fuck jou. Ja. Picnic is voor... Knikpik, maar... Nee, maar even serieus. Als jij gaat zeiken over de prijs, moet je niet gaan knik, pik gaan bestellen. Creative, hoe zit dat bij jou? Hoe doe jij je boodschappen? Doe jij weekboodschappen? Picnic is gewoon goedkoop, hoor. Albert Heijn bezorgt ze bij mij. Picnic is maar gewoon goedkoop. Doe je weekboodschappen? Wel zo'n beetje een week. Dus ja, ik moet ook zo de podcast afronden, want ik moet nog echt voor morgen moet ik bestellen. Ja. Ja, nee, maar Picnic is goedkoper dan Albert Heijn, hoor. Ja, dan weet ik het dus toch niet. Ja, weet ik. Maar Albert Heijn heeft meer. Ik begon ook met Picnic, hoor. Toen was ik helemaal blij. Ik stond in de wachtrij met... er waren 1500 wachtende voor me. Ja, dat had ik ook. Kreeg je elke maand wat gratis? Ja, dan kreeg je dingetjes. En die kreeg je dan eindelijk bij je eerste bestelling. Na een half jaar. Dit is toch manipulatie, sorry. Ja, oké. Okay, maar op een gegeven moment heb ik lang Picnic gedaan. En toen dacht ik, wacht even, er zijn er vast wel meer. En toen heb ik Albert Heijn en ik heb ook Jumbo. Jumbo heb ik ook gedaan. Maar Jumbo is echt crap eigenlijk. Ja, vind ik echt top. Ja, dat weet ik, maar dat is ook gesubsidieerd. Nou, vroeger in het begin was het 25 euro dat je hoefde te bestellen. Nu is 35. En, ja, maar daar zit ik al ruim overheen elke week. Ja. Elke week. Maar ik vind de service bij Picnic vind ik echt top. Ja, dat denk ik ook wel. Nou, wat vind jij dan goed? Op het moment dat ze zijn vorige week, of de afgelopen 2 weken is er 2 keer gebeurd dat ze iets wat ik had besteld, wat daarna de hand niet leverbaar was. Heb ik voor mijn nieuwste bestelling heb ik 2 dingen gratis erin gehad. En op het moment dat als iets wat ik heb besteld uiteindelijk niet leverbaar is, dan krijg ik een vervangend product en mijn geld terug. Ja, dat is heel schappelijk. En ja, ik had laatst was een kip, die had ik geopend, maar die was nog 3 dagen goed, maar die stonk echt heel erg. Heb ik gewoon aangegeven, gelikt en toen dacht ik heb kip geopend net en die stonk heel erg. Toen zei hij van, wil je even een foto maken? Nee, je moeder is kut ook. Wil je alleen even een foto sturen van de datum die erop staat en zo?
En daarna, en toen zei ik van ja, is goed. En toen zei hij, oké, op dit moment staat er een nieuwe kip voor je in je winkel. Maar er staat een kip klaar voor je. Hij komt naar je toe lopen. Nee, maar ze gaan echt... Hoe vers wil je hem hebben? Ik vind het echt top. Ja. Nee, maar ik vind het ook wel goed. Ja, ik heb wel... Ik kreeg van de week puur hagelslag, wat ik zelf wil. En melk. En die had ik niet besteld. Maar die had ik wel. En dus die was niet voor mij. Maar die mocht ik wel houden. Want zo werkt dat. Voor je scharrel. Ja, voor mijn eventuele scharrel. Ja, maar dat geef je dan toch ook niet aan? Van, hey, ik had hagelslag, maar... Nee, maar dat hoeft ook niet. Ik heb op de website gekeken. En dat hoef je niet eens te melden. Oh, beter. Maar als je... dus dat is helemaal wel mooi. Ja, maar... sowieso online bestellen, dat is sowieso veel beter dan in de winkel halen. Want in de winkel halen, en dan moet je bijvoorbeeld iets terugbrengen of er is iets verkeerd te gaan. Ja, maar je krijgt altijd een fucking discussie met die meestal meisjes achter de servicebalie of die achter de kassa zitten. Ja, maar het zijn ook vaak wel hele treurige mensen die terugkomen omdat een appel... Voor zulk soort kleine dingen ga je niet terug, maar bijvoorbeeld... Jawel, mensen verlaten de fucking supermarkt niet eens. Ja. Die hebben dan dus net afgerekend en die gaan die hele fucking teringbon na van de hele week. Ja, zien ze dat ze 10 cent korting gemist hebben. Ze vervolgens in de cashier en die zegt... Ja, weet ik ook niet. Gaan we naar de servicebalie. Godverde. Dan sta je eerst daar in de rij. Heb ik ook een keer... Ik stond een keer, toen moest ik een pakketje halen. En toen was er iemand voor mij en die ging al zijn muntgeld uitstrooien daar. Ja, lekker hoor. Ja. Ik dacht, nee, dit meen je niet. Dit gebeurt het echt nu gewoon? Ja, het gebeurde. Ja, dat is echt heel kansloos. Nee, maar echt, ik vind sowieso, toen ik heb zelf ook achter de kassa gezeten een jaartje. Welke supermarkt? Bij de Albert Heijn. En toen gingen dus de aandelen drastisch omlaag. Nee, maar in die tijd, weet je, was het wel... Nee, maar in die tijd was het wel echt anders om achter de kassa te zitten dan tegenwoordig. Want als wat ik ook verschil kijk, dan? Nou ja, toen mocht ik niet eens mijn telefoon in mijn zak hebben. En nu zijn er echt gewoon mensen die een heel TikTok-account hebben met honderdduizenden volgers. Omdat ze filmpjes opnemen terwijl ze aan het werk zijn bij de appie en dingen scannen. Dat heet ontwikkeling, adaptatie, vernieuwing. Dat is echt geen ontwikkeling. Ik werd laatst geholpen door een Marokkaans meisje achter de kassa die Netflix aan het kijken was. Die Netflix aan het kijken was. Marokkaans meisje, godverdomme, wat ben je aan het doen, Jordi? Ja, maar misschien was dat wel een... cultuurding. Een serie over... fucking Netflix aan... Nee, het was Lucifer. Oh. Dus je hebt en je zegt dat het satanisme is. Ik vind het niet oké. Gewoon een hele aflevering zat je mee te kijken en zei jij... druk maar op volgende aflevering, zei je tegen haar. Ik ben geïntrigeerd. Deze ken ik al. Ja. Nee, maar ik vind dat echt niet kunnen. Nee, ik ook niet. Je wordt echt tegenwoordig een beetje kuttig, maar het is wel... steeds alle geholpen in supermarkten gewoon. Daar heb je de zelfscan. Ja, daar ga ik ook echt altijd naartoe. Ik ook. Omdat ik gewoon een sociaal, angstig, awkward mens ben. Ja, ik heb ook helemaal geen zin. Maar tenzij ik echt fucking veel heb, dan denk ik echt van ja, ik ga echt niet allemaal zelfscannen. En dan denk je, ik gun jou dat je gaat werken, bitch. Hebben jullie niet gewoon een handscanner die vastpakt? Ja, dat ook. Maar je gaat scant al onderweg. Ik ga altijd de winkel in en dan denk ik, ja, ik ga niet zoveel kopen. En uiteindelijk zit die hele kar toch wel, hè? En dan tering, had ik dat ding maar gepakt. Ja. Dat is ja, maar moet je toch al hebben. Je kan ook kiezen. Nee, ik dacht van, je moet dat ding altijd pakken, maar dat hoeft niet. Want je kan op het einde kan je natuurlijk ook scannen. Ja. Ik drijf dat mandje tot het uiterste. Je denkt, ik heb 3 dingen nodig. Ja. En vervolgens loop ik echt met een soort van ondersteuning onder dat mandje. Om nog naar jezelf te kijken. Als ik heb soms dan een mandje en dan heb ik 5 dingen in mijn hand. Van, ja, maar ik wil nog iets erbij. Maar dit kan gaat niet. Echt niet zo met die dingen in mijn hand. Ja, de lul. Ja, dan moet je keuzes maken. Ja, ja wat voor keuze maak je? Je laat je portemonnee liggen, zeker. Portemonnee, dat is gewoon je die telefoon. Die heb jij niet. Nee. Ja, zo ouderwets vind ik wel. Ik heb dat dus niet, hè? Oh, wauw, echt? Ja, echt. Ouderwets as fuck. Ja, dat is wel ouderwets. Ja, ja, I know. Ik wil echt, en elke keer dat ik weer mijn portemonnee kwijt ben, dan hoopte ik dat ik het wel had geïnstalleerd. Maar, hey, maar ik dacht dus, want ik was gisteren was ik even in Albert Heijn. En toen dacht ik van, als ik nou ga afrekenen en ze gaan me controleren en ik heb dan iets niet gescand,
Maar dan kunnen ze je toch niet aanhouden, want je bent de winkel nog niet uit, toch? Dan is het alleen maar van, dan moeten jullie nog afrekenen, meneer. Ja, volgens mij kan je, want ik kan me niet voorstellen dat ze het anders zeggen dan... Kijk, je kan, ze kunnen wel jou beschuldigen, maar als je zegt, oh ja, oh kut, vergeten. Ja. Ja. Dan lijkt me niet dat je kan zeggen, ja, je bent bewust diefstal aan het plegen. Kijk, als we dan zeggen, kijk, als je dan vijf keer vergeet, dan is het wel een beetje een... Dan wordt het suspicious, maar in principe zou, even juridisch gezien, denk ik, dat het oprecht werkt als... Dat jij toevallig elke keer producten kan vergeten. Volgens mij is het zo dat je kan bijvoorbeeld één ding vergeten. En als ze dat dan scannen en ze zeggen, oh, deze ben je vergeten. Dan gaan ze daarna alles checken en dan gaan ze kijken van, oké. Dan heb je nog één kans. Dan ga je pakken, klootzak. Nee, maar dan gaan ze volgens mij wel checken van, oké, hoeveel is hij vergeten? Is dit echt het enige wat hij is vergeten? Ja. Ja, dan kan het gebeuren. Maar is hij echt 7 dingen vergeten van de 30 dingen die hij heeft? Ja, dan is het wel een beetje gek. Ja, dan kiezen ze zeg maar de tandpasta, de deo, het vlees en nog iets anders wat niet goed. Ja, of ze zeggen, ah meneer, u bent echt voor €350 boodschappen vergeten, gaat het goed met u. Weet je, kunt, en misschien... zeg je nee, heb je hulp voor me? Ja, dat kan ook. En... Of dan dat je opeens gaat, dat je eerst heel normaal binnenkwam en dat je zegt... En dan bellen ze weer gewoon die balie. En dan zeggen ze bij die balie, we hebben er weer een. Maar dat staat toch echt je enige escape. Laat even de sociaal werker komen die wij ook hebben in dienst. Ja. Ja, nee, maar dat is wel... als ik met mijn werk in de pauze een rondje ga lopen, dan gaan we altijd langs de co-op. En dat is echt zo'n buurt supermarkt, zo'n hele kleine. Ja, co-op. Ja, dat is echt zo'n heel klein ding. En er zit altijd een meisje achter de balie, en die is volgens mij niet helemaal goed. Achter de kassa, want daar hebben ze ook echt alleen maar 2 kassa's. En dat meisje is gewoon echt helemaal niet goed. Die vraagt... Nee, ja, maar die heeft echt dat hele riedeltje met al die dingen die ze moet vragen, heeft ze echt helemaal uit de hoofd geleerd. En dat is aardig, echt goed. En ze vraagt het altijd op dezelfde manier, bij elke klant. Zelfs als je €1 één iets hebt gekocht, dan vraagt ze, wil je de koopzegels bij? En echt gewoon mensen van 12. Maar jij wil je koopzegels? Nou, en wil je bonnetje erbij? Dat heeft autisme en ze heeft het goed geleerd. Ik ga naar de wc, Dat is helemaal niet goed, joh. Hè? Ga je naar de wc? Ja. Oh. Dat na fucking anderhalf uur? Ja, met... ik ga nu de vraag eruit knallen. Doe dat van, vooral. Ik haak... Ik lees hem voor, want kan jij hem even lezen op de wc ondertussen? Oké. Helemaal goed. Ja, ik lees hem voor. Even piepje doen. Ja, piepje doen. maar de vraag, want opeens, ik had natuurlijk vragen gesteld die mensen ook via telonym kunnen beantwoorden. Ja. En doe dat vooral, mensen. Ja, dat is echt heel leuk. Maar dat ging eigenlijk, dat was bij een heftiger onderwerp. Maar ik blijf wel constant, zeg maar, laat ik weten van via telonym kun je echt helemaal 100% anoniem blijven. En dan kan je gewoon je vraag stellen zonder dat ik dan ook weet wie je bent. En door. En dat kan soms wel eens opluchten. Nou, en zomaar kwam er, opeens kwam er dus, zonder dat ik er eigenlijk een vraag over had gesteld, kwam er dus iemand met een dilemma. Bij Danielle is hij iets heel erg aan het opluchten, denk ik. Ja, Daniel is de pipi even aan het leeg knallen. Nee, maar ik heb nu dus de vraag, er kwam iemand met dit verhaal. Ik heb gisteravond afgesproken met een jongen die een jaar geleden een enorme klootzak was geweest. Ik ken hem al tijden. Hij wou afspreken om het uit te praten en vroeg of hij me mee uit eten kon nemen. Hij bestelde enorm veel, terwijl ik alleen maar wat heb gedronken en een borrelhampje had genomen. Toen de rekening eenmaal kwam, zei hij, ik betaal. Nu stuurt hij mij de volgende dag een tikkie, helft van het bedrag dat hij heeft uitgegeven. Niet eens alleen mijn eigen drankje. Hij had het verkloot bij me, stond erop om stond erop om te betalen en dan dit. Ik ben normaal van het, deze keer betaal ik, dan betaal jij de volgende keer. Deze situatie is echter anders en vindt het nogal grof. Weet dus ook niet of ik moet betalen, omdat het ook om veel meer geld gaat dan ik überhaupt te besteden heb. Advies graag. Zo. Ik heb 2 meningen. Ja. Ten eerste, degene die met het idee kwam om te gaan eten, te gaan drinken of iets te gaan doen op een date, die moet betalen. Ja. Dat is eens. En sowieso vind ik dat nog steeds. De man moet de eerste date sowieso betalen. Dat, nou, dat, dat, dat zo ben ik dan weer niet, dat een man moet,
Maar ik ben altijd van mening van, ik vind het leuk om te betalen. Weet je, ja, dat zeker van, de eerste alsjeblieft, date. Dit krijg je van mij. Weet je, ja. Zo, dat is een beetje, maar ik ben niet zo van het moet. Maar dat zit in mijn systeem, zeg maar. Ja, dan vind ik daarnaast, jij gaat met die jongen uit eten en je gaat met wat we doen. Dus de kans kan er zijn dat je 50-50 gaat doen. Dat kan je bedenken misschien, ja. Dan vind ik wel dat je ergens naartoe moet wat je allebei kan betalen. Ja. Want stel, er komt een 50-50 aan. Ik heb dit nog nooit gedaan, hoor. Maar er zijn jongens die denken van, hey, ik kijk even hoe de date gaat. Gaat het leuk? Betaal ik hem? Is het even, ik ga niet nog een keer met afspreken. Dan doen we 50-50. Daar moet je op kunnen verwachten als vrouw zijnde ook. Dus ik vind, kan je het niet betalen? Bestel het dan niet. Of doe het dan niet. Ja. Maar dat is met alles in het leven zo. Dat is met alles in het leven zo. Ja. Dus kan je het niet kan missen? Je niet kopen? Koop het niet. Koop het niet. Ja. Nee, dat dus. Dat je opeens nog een rekening krijgt van aanmaningen van, hey, je moet betalen. Ja, ja. Ik kan het eigenlijk niet kopen. En ja, daarnaast, als je met z'n tweeën uit eten gaat en wat gaat drinken, dan kost het denk ik €60 max de man. Nou, dan moet je wel kunnen betalen. Tegenwoordig. Toch? Nou ja, je weet natuurlijk niet hoe oud ze zijn, maar ik vermoed wel. Een jongen van 18 heeft een meisje niet mee uit eten. Nee, het gaat echt niet meer uit eten. Ja, maar... De Mac, ja. Maar nu kon ze de helft van haar tikkie niet betalen. Maar het kan ook iets over haar inkomen zeggen. Nou, ik weet niet of ze dat zegt, of ze dat niet kon betalen. Nee, het was gewoon meer dat hij tegenviel. Dat ze... Nou, het was er van, oké, hij zou het goed maken. Dus ja. Zij verwachtte een galante geste. Zo van, oké, ik ga door het stof en ik betaal alles. Maar toen was het een beetje een surprise. Haha. Ja, maar dit is toch gewoon een dik move? Ja, weet ik veel. Ik ken alleen maar één kant van het verhaal. Ja, oké, maar als je dit zo hoort, hij was dus blijkbaar een klootzak. Ja, en hij maar wat goed betekent maken. Dat? Wat is een klootzak? Ja, maar het gaat om meer geld. Hij heeft misschien zonder condoom geneukt. Het gaat om meer geld. Stelting. Hij heeft met zijn stel te lopen. Ja. Het gaat dus om meer geld dan zij kan betalen. Dat is later. Dus ja, maar ik zei net of al. Of hij kent haar niet goed en heeft geen inzicht in haar... Ja, nee, maar ik zei net ook financiële situatie. Oh ja, als je met z'n tweeën iets gaat doen, ik vind sowieso de man betaalt sowieso de eerste keer en daarna degene wiens intent... Betaalt de vrouw natura. Nee, maar de ja, maar dat is wel vaak ook wat de verwachting bij gasten, hè? Ja, ik heb je onwijs veel zitten geven, dan moet je me ook neuken. Helemaal niet. Ja. Maar degene die met het idee kwam om uit eten te gaan, dan vind ik op een gegeven moment diegene moet betalen. Nou, ik snap wel je punt. Kijk, als jij bijvoorbeeld bij de Libraai uit eten wil en je zegt, kom, we gaan bij de Libraai uit eten. Dan kan je niet zeggen, een duur restaurant. Libraai? Duur restaurant. Libraai, dat is het duurste sterrenrestaurant in Nederland. Dus ja. Dus ja, ik vind trouwens, even tussendoor, dure restaurants zijn kut, want je krijgt heel vaak heel weinig. Ja. En, ja, daarna moet je alsnog naar een diagonaaltje uit de muur halen. Ja, precies. Nee, maar goed, kijk, los van, ik vind dat... Nee, ik ben nooit bij Libraai geweest, maar ik... Fine dining kan best wel leuk zijn. Alleen kan je niet zeggen van dat is het standaard. Dus je kan niet zeggen kom, we gaan even chill uit eten. En vervolgens bouw ik jou de rekening. Precies, die echt gewoon waarschijnlijk €150 dat zal niet is. Zijn, maar ik zei altijd, ik denk als je met z'n tweeën uit eten gaat. Als ik met mijn vriendin samen uit eten ga. Mac. Dan nee, we gaan ook gewoon goed uit eten. Maar Mac dan is lekker. Maar hij gaat denk ik ook Mackie in de bioscoop eten dan. Nee, maar... Je gaat tapas eten. Ook lekker trouwens. Ja, maar wat is jouw ding, Jordi? Wat is jouw lieveling, een van jouw leukste restaurants? Je was in Utrecht, toch? Ja. Daar heb je heel veel. Ja, maar ik ben er ook in geweest. Je hebt echt een superleuke Italiaans restaurant. Ik weet niet wat je bedoelt. Fappiano. Nee. Godsamme. Ja. Lekker inclusieve... Ja. Nee, maar je gaat zit je naast de fax? Zit je in de auto? Nee, het is een fucking, hoe heet dat ding? Vaatwasmachine die nu klaar is. Jezus. Nee, maar ik ben wel benieuwd wat je wil, maar ik vind gewoon... Ja, nee, ik kom er wel op. Ja, maar gingen we nog ergens heen met dit punt? Ja, ja restaurant La Catina, iets met David. Nee, die ken ik niet. Iets met maar, David, ja. Maar... Restaurant La Catina di David. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar... Wat ik dus wou zeggen is, als je met z'n tweeën uit eten gaat, het zal nooit heel veel meer zijn dan 75 de man. Ligt er aan wat je doet. Ja, maar als je zeker, deze gast, hij probeert iets goeds te maken, dus misschien is het iets duurder.
Maar... Ja, maar eigenlijk dus niet, want hij stuurt gewoon het tikkie terug. Ja, maar ik vind dus, als je dus samen uit eten gaat, dan kan je verwachten dat je eventueel de helft moet betalen. Dan moet je wel samen ergens gaan heen gaan. En jij ook met opties komen, wat je allebei gewoon kan betalen op het moment dat het 50-50 wordt. Ja, want ik vind ook niet dat je, zeg maar, als iemand zegt, oké, ik wil misschien wel bij elkaar komen. Mm-hmm. Dat je dan niet kan zeggen, prima, en daarom zijn de kosten voor jou. Nee, dat dus. Nee, dan moet het ook zijn van, oké, ik heb ook dus blijkbaar interesse om maar bij nu is elkaar dus te komen. Het is dus een klootzak, omdat hij haar een tikkie stuurt van de helft van het bedrag. Ja, dat weet ik niet. Het ligt aan wat er vooraf is afgesproken. Ja, als ik dus ook niet. Nou, ik vind, nou ja, hij neemt haar, hij staat erop om uit eten te gaan met haar. Ja, maar dat zegt ze, dat, hij wil dat, het goed maken. Dat wordt jou verteld. Ja, nee, maar... Weet jij veel wat de werkelijkheid is? Nee, maar daaruit, is? Nee, je moet het doen met de informatie die je hebt. Dus ik vind dit gewoon een klootzak als je het zo op deze manier doet. Zo. Ja, dus iemand wil het goed maken en stuurt je de rekening. Maar ja, kan, dat is een klootzak, ja, dat klopt. Ja. Maar het ik kan weet ook hoe... zijn dat hij wil het goed maken, maar zij loopt de hele avond fucking big shit te doen en eigenlijk alleen maar mee te gaan omdat ze gratis kan eten. Dat kan ook en zijn. En een beetje espresso martini en Mauvais en Chardon te bestellen. Ja, en buiten de kaart om dat ze ineens een sliptong gaat bestellen en zo'n soort shit. Sliptong? Vis. Ja, dat snap ik. Maar dat bijvoorbeeld buiten de kaart op een sliptong. Ja, ik heb een keer... Kogelvis. Nee, ik ben een keer samen met mijn werk uit eten geweest hier in de stad bij Humphreys. En dan hadden we gewoon een... Humphreys. Een simpel drie gangen menuutje. En dan zat gewoon... drie gangen menu was een bepaald bedrag. Maar je kon dan wel buiten de kaart om bestellen. En dan hadden we één collega die bestelde voor, hoofd en nagerecht. Allemaal buiten de kaart om. Maar die wou wel dat wij mee gingen betalen aan de hele bon. Maar dat zijn ook de mensen die dan vervolgens, zeg maar, niet de huiswijn bestellen. Maar een of andere port van 20 jaar oud. Ja. En ook... Ja, maar... Ja, dat kan zij dus ook gedaan hebben. Hè? Buiten de kaart ombestellen. Ja, het duur. Ja, dus je hebt dan. Nee, maar ik snap je hoor wat je zegt. En dan, kijk, je komt flessen heel erg vrouw onvriendelijk en lullig over. Maar in het geval dat het zo is, inderdaad, dat zij erin geluisterd werd. Dan kan je dat zeggen. Dat is ook niet helemaal eerlijk. Kijk, op het moment dat het precies zo is. Zeg maar dit kan de vrouw zijn die inderdaad de pil niet slikt. Zo bedoel ik. Nee, maar het kan dus zo zijn, precies zoals zij zegt. Dat hij heeft aangegeven, nee, ik wil het goed maken. En dat het een hele leuke avond was. En dat hij de dag daarna ineens een tikkie stuurt. Maar het kan ook zo zijn dat zij de hele avond als een biks gedragen heeft. En alleen maar dat gratis etentje wat teren. En dat hij daarna een tikkie stuurt. Vind ik dan logisch als je de hele avond als een kutwijf hebt gedragen. Ja, maar ook als je dat niet hebt gedaan. Zelfs vind ik trouwens, stel je gaat samen uit eten en daarna boekt iemand een Van de Valkje. Iemand heeft een dikke tank of wat het ook weer was. Geen idee. En iemand zegt dan vervolgens, meid, ik heb en alle drankjes en het vreten in Van de Valk betaald en de hotelkamer. Kun je misschien 60 euro overmaken? Qua tikkie. Dan kan je zeggen, wat is kid, wat is kid fucker. Maar in principe is dat een derde van wat iemand heeft uitgegeven aan die avond. Waar jij ook aangenomen hebt. Ja, maar je moet ten alle tijde, denk ik, als je dingen met z'n tweeën gaat doen, moet je gewoon geld hebben. Klaar. Ga niks doen als je geen geld hebt. Want ja, anders dat word je de bitch van een ander. Ja, nee, maar ook... maar ik vind wel, als dat hij... Dat is de story of Danielle er leven. Als hij zegt van... Nou, hey, leef ik ook zo in de onderdrukking. Ja. Als hij uit zichzelf een Van de Valkje boekt, terwijl je dat eigenlijk niet wou, en hij neemt je mee uit eten, wist. Terwijl jij eigenlijk... Ja, dat dan is onder de plak al. Dan, ja, dat klopt. Maar dan denk ik van, dan moet je wel gewoon mans genoeg zijn. Je hebt alles zelf geboekt. Vrouws. Je hebt niet met haar... Nee. Ja. Als man zijn, je hebt alles geboekt, je hebt niks met haar overlegd, dan ga je niet nog een tikje sturen van het Van de Valk, waar zij niks van af wist. Nee, maar dan hoop je er wel op dat ze toegeeft. Maar als ze dan niet geneukt wordt, dan moet je je verlies nemen. Nee, dan moet je je verlies nemen. Dan heb je pech gehad. Mooi. Ja, mooi. Ja, maar kijk, dat is heel nobel van je. Maar menig man werkt blijkbaar niet zo. Nee, maar ik wel. Nee. Wat nobel van jou. Sorry. Maar een jaar geleden was hij dus al een klootzak. En nu is super klootzak. Nu is hij nog grotere klootzak. Ja, zeker weten. Ja, ik kan ook wel even wat reacties erbij halen die ik binnen heb gekregen. Oh ja, dit heb jij erop geantwoord. Wat? Een jaar. Is dat jouw reactie daaronder? Ja, dat is mijn reactie. Een jaar geleden was hij een klootzak. Nu blijkbaar een nog grotere klootzak. Nou, ben ik het niet mee eens. Ik ga een poll maken. Ja. Moet je eerst met een Poolse vrouw seks hebben? Dan kan je een poll maken. Het is antwoord is eigenlijk heel simpel natuurlijk. Hij wilde afspreken. Hij neemt jou mee het eten. Hij zegt, ik betaal. Dus als hij wil laten... Ja, maar dat klopt. Als hij zegt dat hij wil betalen, dan moet hij ook gewoon betalen. Niet nog een tikje sturen. Maar dat kan je niet opmaken uit het verhaal.
Nee, hij zegt het toch? Ik betaal, zegt hij. Ja, dat is vrij duidelijk toch? Hij heeft gewoon echt gezegd, ik betaal. Als dat is wat er gezegd is... Ja. Ja. Hij vroeg zeggen, of hij me mee uit eten wou nemen. Nee, maar hij zei, ik betaal. Dan staat er gewoon, lees even goed door. Ja, dat zeg je ook elke keer, maar dan betaal je een pakje kauwgom. Nee, oké. Okay. Ja. In dit verhaal is het een klootzak. Ja. Ja, vanuit dit perspectief, met deze informatie. Ja. Ja. Maar de tussenstand, want de poll loopt nog, moet zij de helft van de rekening betalen? Dan zegt nu 92% hell no. En 8% zegt ja, eerlijk delen, ook al zei hij eerst wat anders. Ik geef even kijken wat ik erop heb geantwoord. Ja, maar ik ga nu even wat reacties voorlezen die dus die mensen hebben gegeven. Even kijken. Block and delete. Nooit meer op ingaan. Kansloze dwaas. Uit je leven as soon as possible. Ga uit deze situatie nu het nog kan. Weg met zo iemand. Nou, dat is natuurlijk wel heel dramatisch. Nee, dat vind ik wel. Ja. Oké, okay, prima. Ja. Lekker blokkeren die handel. Energie niet waard zou horen. Lievert heel hard de andere kant op rennen en niet meer omkijken. Zeg hem dat hij wel is gegroeid het afgelopen jaar een nog grotere lul geworden. Dat is wel schappig. Ja, gewoon die gozer uit je leven verwijderen. Wat is dat voor lul? Blokkeren op alles. Als hij je blijft lastigvallen, kan je altijd zijn profiel rapporteren. Dit is wel een beetje zo'n vrouwelijk blok van zien wat ons allemaal wordt aangedaan. Nou, dat vind ik niet zo heel erg. Dat vind ik wel. Hier zo staat. Maar nee, maar dit is wel gewoon een duidelijk voorbeeld van even normaal doen. Ja, dus. Ben ik het mee eens. Ja, nou, dat hiermee kunnen we afsluiten, denk ik. Vind ik ook. Ik heb wel goed nieuws nog voor ons. Want Zencastr is verlengd, jongens. Want de deal die liep af, want ik kreeg een half jaar dus gratis. En daarmee, we promoten natuurlijk constant Zencastr. Met kwaliteit. Met kwaliteit. En, ik vond het een beetje kut gaan. Wat zeg je? Ik vond het in het begin een beetje kut gaan. Ja, maar, dat komt door jou. Dat door komt niet door mij, want jij hoorde ons bijvoorbeeld wel, maar wij hoorden jou niet. Ja. Danielle hoorde mij dus niet. Dit is een hele goede reclame. Weet je wat het ook weer is? Kijk, het geeft ruimte voor verbetering. Want Zencastr kan nu weten van, nou, niet iedereen is evenredig goed te horen. Nee. En ik denk niet dat Zencastr alle 2 uur van ons luistert. Dat sowieso niet. Die en ze zijn ze spreken ook geen Nederlands. Nee, ja, dat is nog makkelijker. Ja, dat is echt heel relaxed. Win-win situatie. Ze zei ook, I wish I could listen to your podcast. It sounds and to you good. Said, so far, no, I'm glad you can, don't. You can listen to me if to you my, want. To my, come to my to apartment. My here's my dick pic. Yes. Dus. Maar het is toch, dat is wel een prestatie, jongens. Het is wel gelukt om toch weer gratis gebruik te mogen maken. Of in ieder geval. Ja, dat doen we allemaal. We vangen subsidie, we doen alles gratis. Ja. Ik bedoel, Dus, profiteren met die handel. Zencastr. Ja. Nou, Zencastr. Zencastr. Toppie. Het was weer gezellig. Zencastr. Neem allemaal een abonnement. En ik krijg dan ook... per bepaald percentage. Ja, dat moet je niet zeggen, lul. Oh, nee? Ik denk niet, dat is echt heel door erg... Creative 10 krijg je 10% korting. En krijgen wij die 10%? Ja, nee, wij krijgen dat echt niet. Hij misschien, maar wij echt... Ik heb geen stuiver ontvangen. Nee, niemand, en ze zeggen wel, niemand kijkt ernaar. Ze zeggen, wie het... luistert ook niet. Nee, ze hadden één subscriber, of ze noemden dat ben ik zeker, of Game. Nee, maar ze hadden één iemand die dan abonnement nam, maar dat was een free plus abonnement. Dus dat uiteindelijk, gratis met iets extra's, maar uiteindelijk geen betalende klant was dat. Oh. Nee, dan krijg je die 10%. Dus, en zeiden ze, blijf promoten, zeggen ze dan. Ja, maar dat doen we ook, toch? Ja, dat doen we ook. Daarom. Dus Zencastr. Zencastr. En abonneer en doneer creatorsdutch.backme.org. Shorty.backme.org. Ja. Voor een nieuwe koptelefoon. Ja, dat heeft hij nodig. Dus wil jij Shorty ook horen en zijn bijdrage op een beter niveau hebben? Wil jij een loopcijferen Jordy horen? Die dan nog beter zijn mening... Hij komt nog lekkerder in je oren. Ja, nog lekkerder. Voor een echt orgasme. Ja. Zo. Super lekker. Ja. Orgasme. Ja, ik snap hem, maar ik vind hem niet grappig genoeg. Nee, klopt. Nee, dit was hem. Ik vond hem wel,
Ja, halverwege de week... Gaat beter, werkt, hè? Ja, werkt op zich ook wel. Ja. Ja. Nou, Danielle is ook gebleven. Dat is ook fijn. Ja, is ook voor een keer leuk, ja. Toch? Ja. Ja, of niet trouwens. Is dat je kan ook denken van, ja, god, ja, weinig sensatie. Als ik er 10 minuten vanaf ben. Ja, weinig sensatie. Ja, nee, dat was leuk. Dat was ja, leuk. Irritant, hè, als ik gewoon in geen nare moed ben. Ja, nee zonde. Nee, ik vind ja, maar het kan wel ja, maar het is wel heel bijzonder dat je dat hebt. Ja, want je bent dus kinderpsycholoog. Ja. En je bent echt heel slim. En kut, ja. Ja, dat klopt. Dat is heel apart. Een depressieve psycholoog. En, ja, maar dat... Kijk, ja, maar het ding dat is ook... Dat klopt in die nee, maar wel, dat komt ik, ook hoe slimmer je bent... Hoe, ja, hoe ellendiger je bent. Ja, en Jordi, die is fucking dom. En dat is gewoon een blije puppy. Ik ben niet ja, maar dom. Even serieus. Ik heb heel vaak gewenst... Ja, normaal, maar al geen blije puppy. Maar ik zou liever dom zijn dan slim. Ja. Want hoe slimmer je bent... Niet dat ik mezelf geniaal vind, maar meer van... Nee, maar je weet wat je problemen zijn. Ja, en ook in de wereld. En ook van jezelf. Ja, en dan zie je veel meer gezeik. Omdat je hebt van... Ik heb ook namelijk familie die iets minder... Die hebben we allemaal. Buiten zichzelf gericht is. En die zijn er maar bezig met... Er is geen fruit in de fruitschaal. Dan denk ik, oh, wat relaxed. Ja, wat heerlijk toch? Dat je ja, dat je probleem is. Dat je probleem ja. is. Ja, maar dat is wel waar. En dat heeft niks... Ja. Dat is niet denigreren. Maar dat is meer dat ik denk... Oh, soms zijn we er echt lekker. Ja. Ja, maar hoe groter... Zoals, zoals Gordon ook zei... waren we allemaal maar een beetje down. Ja, maar hoe groter je eigen comfortzone is, hoe meer je gaat zien en hoe depressiever je eigenlijk wordt van de wereld. Maar hoe kleiner die is, hoe minder zorgen je om dingen maakt. Dus daarom ben je ook zo chill. Ik maak me om heel veel dingen druk. Echt, maar waarom dan? Ik heb in het begin, maar dat heb ik allemaal al lang weggegooid. Ja, maar dit is gewoon vermijdingsgedrag. Wat nee, is er aan de hand? Nee, maar ik was heel lang, maakte ik me echt om heel veel dingen druk. En dan ben ik gewoon mee gestopt. Nou, weet ik veel. Alles eigenlijk. Ja. Om de meest kleine dingen kon ik op een gegeven moment maar dit is gewoon maken. Onverschillig zijn. Dat is ook weer een andere kant. Dit is vermijdingsgedrag. Dit is gewoon van wat ik ooit stress over had, bestaat allemaal niet meer. Nee, ja. Het bestaat wel. Alleen wat, ik maak me niet meer druk om. Ja. Bijvoorbeeld, ik maakte me altijd heel druk op mijn werk. Dat ik mijn werk af moest hebben. En dat en nu, nu meld je gewoon ziek? Nee, ja. Nee, maar dat het af moest. En dat als er dan een klant belde om 16:30 met dingen. Dat ik dan tot 19:00 bleef zitten om het allemaal af te maken. Ah, en nu, kut, en, ja. Ja, en nu word ik om 16:30 gebeld. En die zegt van ja... ik ben al thuis. Dit zeg ik. Ja, nou ja, morgen ben je de eerste. En dan loop je de deur uit en dan valt alles van nodig. En dan valt alles van je schouders af. En het moment dat je weer aan je werk gaat denken, is het moment dat je weer naar binnen loopt. Maar van waar die ommekeer? Waar is dat gekomen? Burn-out. Nou, nee, ik denk dus echt serieus het corona-gedeelte. Dat je dingen gewoon ging relativeren, maar ook dat je van je werk wegging en dat je dan eigenlijk. Nog met ging zitten en zeg maar. Dus een beetje, maar op een gegeven moment werk je ook echt thuis. En dan denk je van ja, dan ga je er heel veel mee zitten. En doordat je dat misschien een beetje te veel gedaan hebt. En ook misschien omdat je wat ouder wordt. Kan je dingen heel snel meer relativeren. En denk van ja, wat is nou echt moeilijk? En wat is nou echt kut? Ja, zeg maar. Dat heb ik altijd. Kijk, Afrika en oorlog. Ja, het is heel cliché, maar dat zijn de echte problemen. Dat is eigenlijk hoe ik altijd houd in het leven sta. Op, man. Wat? Ja, maar op globalisme... Wij hebben geen problemen. Nee, wij hebben ook geen problemen. Maar de problemen in Afrika, die zijn fucking ver weg. En die zie jij niet. Het is voor jou ook geen probleem. Nee, het is voor mij geen probleem. Maar als je geen eten hebt, dan heb je gewoon een probleem. Dan heb je zeker een probleem. Ja, maar zelfde oorlog in Oekraïne. Het is fucking erg. Maar het is niet mijn probleem. Maar dat zeg ik gewoon niet. Luister naar wat ik zeg. Als je dus in oorlog zou zitten, dan heb je een probleem. Dat bedoel ik. Ja. Kijk, Oekraïne, dat raakt mij niet. Ja, nee, hoe hard mij ook niet. Maar nee, ik woon daar niet. Ja, maar als, even serieus, als sorry, ik in oorlog nee, zou zijn... Creative, la. Nee, maar even serieus. Er wordt vanuit de politiek gezegd, het is onze oorlog. Maar nee. In feite is dat gewoon totaal een ander geval. Dus, ja. Maar wij kunnen er ook niks aan doen. Ik kan me nee, wel heel, nou worden die rommel ingeronseld. Ik kan wel heel druk maken omdat de straathonden zijn in Griekenland. Daar maak ik me trouwens nog erg druk om dan heel Oekraïne. Nou, ik moet wel zeggen, ik kan me dat ergens nog wel begrijpen. Zie je, omdat je toch een puppy want bent. Want die honden kunnen er geen fuck aan doen. En met nee. mensen is een ander verhaal. Je nee, hebt zelf beschikkingsrecht. Ja, nee, maar ik kan me gewoon
om dingen die heel ver weg zijn, kan ik me gewoon niet meer druk maken. Maar je hebt heel veel mensen die trekken dat heel dicht naar zichzelf toe. God, daar maak ik me helemaal niet druk om. Nee, dat snap ik. Je hebt andere shit in je kop. Ja, nee, maar dan denk ik bij mezelf, ik heb ook problemen. En dan ga ik ook niet andere mensen mee lastigvallen. Wat dan? Ja, dat valt echt wel mee trouwens. Maar, ja, nee, je zegt het nu zo heel duidelijk. Zo van, ik heb ook problemen. Ja, ben ik ook benieuwd van wat trek je aandacht nou dan? Ja, nee, op dit moment heel veel dingen, maar die ga ik niet in de podcast bespreken. Eén. Oh, echt waar? Ja. Wat gaat er kut, Jordi? Wat is, echt nee, dit ga ik niet in de podcast bespreken. Ik wil het zo meteen als we in de green room zitten best vertellen, maar ik ga het niet in de podcast vertellen. Maar ik bedoel niet eens lullig. Nee, ben je ongesteld? Nee. Het verbaast me. Nee. Ja. Heb je hoofdpijn? Nee, ook niet. Rugpijn? Nee, met mij gaat het heel goed. Allemaal niet. Nee, met mij gaat het allemaal hartstikke goed. Nee, met mij gaat het allemaal hartstikke goed. Je vriendin is vreemd gegaan met je beste vriend. Nee, ook niet. Ook niet. Met je moeder. Met je vader. Ook niet. Nee. Oh, dat is trouwens wel... Laten we kappen met het onderwerp. Het is geen leuke story. Nee, maar ik had dat dus gehoord van een collega van mij. Ja. Die heeft een vriend. En twee vrienden, zeg maar. En die ene vriend... Die heeft dus de moeder van die andere vriend geneukt. Nou, en hij weet het? Of weet hij weet niet? Dat? Nee, ja, mijn collega weet dat. Maar die vriend weet dat niet van die andere vriend. Ja, dat is lekker. Ja, maar dat is echt wel... Het gaat een keer fout. Ja, maar daar wil ik wel bij zijn. Ja, maar ze zitten samen in een groepsapp. Ja. En dan gaat het een keer dat je net een opmerking maakt of zo. En dat is, hoe bedoel je? Weet je dat? Dat gaat een keer gewoon fout. Ja. Maar het is gewoon elke ranzig. Dat je gewoon... Iemand neukt gewoon jouw moeder. Gewoon een vriend van jou neukt je moeder. Dat is Maar is die moeder lekker? Ja, dat weet ik niet. Dat is de belangrijkste vraag. Maar dat zou ook naar zijn. Dan heb je gewoon een hele lelijke moeder, maar gewoon makkelijk is ze. Ja, maar je hebt ook echt van die... ja, je hebt ook van die alleenstaande moeders die ook gewoon echt gewoon willen. Ja. Daar identificeer jij jezelf mee, zeg maar. Nee, ik ben geen alleenstaande moeder die graag wil. Maar je wil wel graag. Ja. Of dat Jordi zegt, ja, zo is mijn moeder. Nee, iedereen zegt, ik herken me hier totaal niet in. Ja, maar goed. Danielle heeft mijn ouders opgezocht, zag ik net. Dus die... Maar goed, dit was hem eigenlijk, hè? Ja. We waren al klaar, maar dit krijgt de luisteraar gewoon nog voorbij. Dit is een soort van geste. Ja, gewoon omdat we... Dit is de extra uitzending. Die krijgen jullie als jullie abonneren. Ja. Ja, en dan heb je nog meer geklooi in je kop. Ja. Ja. Nou, oké, mensen, dit was hem. Volgende week zijn we weer. En tot volgende week dan maar. Yeah. Doei. Doei.